leidt dus in dat klassement. Vanochtend, rond een uur of 10, ging de podiumpresentatie van start in Knokke-Heist met Kokkaar, wiens ploegmaat gisteren echt wel fel werkte voor hem, maar uiteindelijk was hij onzichtbaar. Laurens de Vreeze fietst vandaag richting zijn streek naar Gerardsbergen, Zottegem, de Vlaamse Ardennen. En ongetwijfeld zullen zijn ploegmaats hem wel proberen te helpen aan een goede uitslag. Tim Welles blijft nog altijd nummer 1, mogen we dat zo stellen? Topfavoriet voor het eindklassement, jazeker. De man die gisteren met een grote versnelling mee vooruit reed, David Boucher. Goed ingeduffeld, ook nog eens een buff aan. En Nicky Terpstra, wordt dit een ritje voor hem vandaag? Vraagteken, want op het einde van de Ronde van Luxemburg ziek geworden. Is hij daarvan hersteld? Wacht hij nog even af? Evenepoel flankeert zijn pa in de koers, zeg maar, Ilio Keijsen. En helemaal links Fabio Jakobsen, die gisteren toch even achter de oren zal gekrapt hebben. Verdorie, hadden we dat gaatje maar dichtgereden, want hij had duidelijk overschot in de sprint op die wandelaar. Ben Hermans verwachten we zeker in het weekend. Frederik Bakkaert, ook hij komt vandaag voorbij met een brede glimlach, vermoeden we toch, richting zijn Berendries. Jasper Philipsen, vijfde aan zesde gisteren. Ja, had ook misschien wel net ietsje meer ingezeten. Dat is de vraag. De mannen van Corendon met Tim Mellier, die meteen toch wel gezegd heeft: hallo, hier ben ik. Eerste dag in zijn nieuwe shirt en meteen tweede. Laat zien dat hij met de fiets kan rijden. Lars Boom, wat kan hij nog? Rugklachten. Doen vervelende zaken met een mens. Thomas Sprengers in de aangepaste trui voor de strijdlust, die dan toch wel fel lijkt op de gewone trui van Sport Vlaanderen-Balwaze. En hier heeft duidelijk er warm van gekregen Jan-Willem van Schip, de leider in deze ronde van België. Trekt zijn ruitje nog eens, truitje naar beneden, brede glimlach, geen armstukken, geen overjasje aan. Nee, ik zal zo wel de brommer straks weer aanzetten en warm krijgen, redeneert hij. En zo gingen we rond een uur of 11 van start. Met twee niet-vertrekkers, want twee opgaven gisteren van Matthew Gibson, een Brit die rijdt voor het Spaanse Burgos, en Maxime Daniel, een Fransman uit het team van Arkea Samsic. Tim Welles onder meer en ook nog achteraan van Lotto Soudal. En we gaan op weg naar de bevoorrading, dat ziet u hier. Dat wil zeggen dat we al twee hellingen achter de rug hebben, de Leeberg en Ten Bosse. We zitten op een goede 80 kilometer van de streep met een voorsprong van
gewoon zichzelf natuurlijk, Jannik Peters. Dit is Roy Jans. Roy Jans, die gisteren meedeed in de sprint, maar moest vaststellen dat zijn ploegmaat Tim Merlier dat net ietsje beter deed, tweede. En een renner, Sven Nys, is altijd een renner, wil altijd de beste zijn. Dus ik vermoed dat dat voor Roy Jans, als je het bekijkt door zijn bril, gisteren niet zo leuk zal geweest zijn. God ja. Of bekijk ik dat nu te concurrentieel binnen een eigen team? Dat denk ik niet. Ik denk dat ze toch wel als team denken. En dat gisteren duidelijk is geworden dat als ze daar samenwerken. En we krijgen misschien nog wel een leuke etappe waar dat realiseerbaar is. Bijvoorbeeld de laatste rit. Krijgen we toch nog wel de kans om te zien of ze daar een goede combinatie kunnen maken. En als ze dat doen, ze worden goed gepiloteerd, dan hebben ze heel veel kans om een rit naar zich toe te trekken. Ja, helaas was er gisteren eentje die er van onder was gemuist en die ze niet meer hebben teruggezien, Jan-Willem van Schip. Maar er zaten absoluut mogelijkheden in voor Tim Merlier om de rit te winnen. En vanochtend heeft Merlier misschien wel een woordje extra uitleg gegeven aan jou, Karel? Ja, dat klopt. Ik heb hem dat gevraagd van jullie zijn met z'n tweeën zo dicht bij elkaar, top 10. Als we dat zien in een uitslag, dan denken wij altijd van wat is daar gebeurd? Die mannen komen niet overeen. Maar het was heel duidelijk dat Roy Jans de lead-out moest doen voor Merlier en dat hij zich zo sterk voelde en die lead-out zo perfect heeft gedaan. Zijn Merlier ook dat hij nog bijna in mijn zok in die hele dichte ereplaats is geëindigd. Dus geen ruzie, gewoon de afspraak van Jans rijdt voor Merlier en dat was het resultaat. Dus knap gedaan eigenlijk bij Corinthians Circus. Klopt helemaal. En toch wel leuk weet je ook over een extra piment voor een Merlier die vandaag ook zal willen laten zien wat hij kan op dit parcours. Hij won hier in 2016 de grote prijs van Dr. Tistaart in Zottegem. De grote prijs van de stad Zottegem. Ja, Merlier heeft gewoon bewezen de afgelopen jaren in een paar flitsen die we toch al gezien hebben. Er is ooit ook een spurtersmoment geweest, net voor een of andere semi-klassieker zou dat voor Haarlembeek, ja, denk ik. Ja. Ik denk dat hij daar ook al op het podium stond in het voorjaar, een paar weken na het veldritseizoen, zomaar plotseling uit het niets. Dus hij heeft gewoon hele goede kwaliteiten als spurter bij de betere van ons land. En als je die kan uitspelen en je wordt op een goede manier gebracht, dan gaat hij daar de komende jaren nog veel plezier aan beleven. Fumiyuki Beppu, jawel, hij koerst nog altijd. Fumiyuki Beppu is al flink in de 30, de Japanner 36 is hij. Quinten Hermans door het beeld, heel goed in de wegcampagne tot nu toe. Ja. Is dit opvallend dat hij nu al mee is in de vlucht van de dag? Op een of andere manier wel, want ik denk zeker dat hij ambitie heeft om ook diep in de finale nog een rol van betekenis te gaan spelen. Maar Quinten is heel moeilijk onder controle te houden. En als hij dan vooraan in een peloton zit en er wordt een ontsnapping tot stand gebracht, dan gaat hij zeker ook zijn verantwoordelijkheid nemen. En dat doet hij vandaag. Dus hij is al een hele periode lang goed aan het fietsen. Elke wedstrijd waar hij start, laat hij van zich horen. Wint hij, heeft ook al de Flèche de Chute op zijn naam gezet. Heeft daar een paar etappes gewonnen. Dus in dat opzicht denk ik dat hij een goede doen is. En dat zie je dan onmiddellijk ook in een neus hebben voor een ontsnapping, zoals vandaag. Ook afgelopen maandag won hij nog een wedstrijd in Averbode. En hier zien we met het nummer 193 Jannik Peters. Jannik Peters, veldrijder ook. Maar deze ronde van België doet hij ook mee bij de nieuwe fusieploeg. In het veldrijden, Pauwels Bingel. Er wordt gemeld dat er een opgave is van Lars Boom in de bevoorradingszone. Dat is best wel jammer. En we zeiden het zo net al bij het zien van de kopjes, zoals wij dat dan noemen. De renners bij het startpodium, 's ochtends, zagen we Lars Boom, ex-ritwinnaar onder meer in de Tour, in de Vuelta, voorbij komen. En heeft last van rugproblemen. Hernia of niet, dat weet men eigenlijk op dit ogenblik niet goed. Maar het is zeer vervelend en het gaat de laatste tijd niet goed met Lars Boom. Rijdt ook amper nog uitslagen. Opgave dus in deze ronde voor de Nederlander. Jij meer info, Karel? Ja, we hebben hem inderdaad zien afzien.
Want de twee hellingen die we daarnet hebben bedwongen, dat was heel duidelijk met een Lars Boom helemaal achteraan in de wedstrijd. Jojo aan het spelen. Raf op die Leeberg moest gaan achtervolgen. Is daar wel even bijgekomen dat we dan op die lange brede weg bovenrechts zijn weggedraaid richting De Rijt, het sportcentrum in Brakel. En daar kon je wel terug aansluiten. Maar dan zelfs op die niet zo heel steile Tom Bossen, waar het dan ook wel in het peloton nog redelijk ging van tempo, moest hij gewoon afhaken. En daarnet zocht hij de ploegleidersauto op, inderdaad. En opgave van Lars Boom. Het zag er toen al niet goed uit. Dus niet verwonderlijk dat hij hier in moeilijkheden was op dit parcours. En dat hij dus de strijd nu heeft gestaakt. De mannen van de Koninck Quickstep, gegroepeerd, goed gegroepeerd vooraan. En dat was toch ook wel een van de opvallende dingen gisteren, Sven. Na afloop van die etappe waar je even moest bij stilstaan. Hoe kwam het dat Fabio Jakobsen niet in ideale stelling werd gebracht? Daarover dadelijk meer, maar hier krijgen we die beelden van Lars Boom achteraan in het peloton. En dat is zuiver uit de wielen worden gereden natuurlijk, wanneer het peloton wegrijdt. Want dit is gewoon echt fysiek mankement. Hè. Hij ziet gewoon, heeft last, heeft pijn. En dat heeft niks te maken met, ik kan het peloton niet volgen, maar het heeft vooral te maken met, het draait niet zoals het moet. En eigenlijk is het gewoon ook heel jammer als je ziet wat voor een talent Lars Boom is. Welke moeilijke jaren hij eigenlijk achter de rug heeft. Terwijl hij nog altijd, het moment dat hij in de koers zit en een finale kan rijden, nog altijd wel het vertrouwen heeft van de mensen. Die kan iets speciaals, die kan zo'n rit naar zich toe trekken. Maar helaas hebben we dat de afgelopen jaren te weinig gezien. En zo passeert een carrière zonder dat je het weet. Zo is het, absoluut. De laatste jaren was het eigenlijk al geen vette meer bij Lars Boom. Hier Matteo Moschetti, een van de jonge sprinttalenten uit Italië. Net ook de Ronde van Italië achter de rug. Die wat armstukken komt afgeven aan de auto. En de man voor hem, duidelijk herkenbaar, Damien Godin, met de knieën naar buiten. Ja, en om terug te komen op het verhaal van de Koninck Quickstep. Zeker, in de finale. Het klopt, hè. Ze zijn op een bepaald moment toch hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Ze hebben samen met Ilio Keijsen redelijk veel werk opgeknapt om die voorsprong teniet te doen. En dan op een bepaald moment, op een goede 10 kilometer van de finish, zie je ze niet meer geformeerd. Is het alleen nog Jakobsen die daar een beetje op zijn eigen zijn weg probeert te zoeken. Mm-hmm. Is daar iets gebeurd? Zijn ze elkaar ergens kwijtgespeeld? Ik vond het niet echt een super nerveuze finale. Dus in principe zouden ze daar makkelijk moeten kunnen controle blijven houden hebben. Maar het is niet gebeurd. En uiteindelijk is het dan wel jammer als je ziet hoe makkelijk hij die spurt aangaat. En eigenlijk de benen gewoon 50 meter voor de finish stilhoudt. En dan derde wordt, als ik me niet vergis. Ja. Dus dat was een mogelijkheid om een rit te gaan winnen. Klopt helemaal. Ja, we hebben wel een aantal van de Italianen van de Koninck Quickstep in die finale nog gezien. Capecchi heeft een poging gedaan. Martinelli eventjes ook nog. In die laatste 3 kilometer. Toen was Van Schip eigenlijk al de haven uit en buiten gevaren, moet je zeggen. Maar Sabatini, Serri, niet echt gezien. Evenepoel hoeft dat ook nog niet te doen. Ja, die Italianen, ze hadden natuurlijk makkelijk praten vanaf een afstand. Maar je zou kunnen zeggen, de 3 Italianen van Lefevre, met de Giro in de benen, met toch wel een grotere motor in dit peloton. Als die mannen zich 10 kilometer op kop zetten, rijden ze dat gat wel even dicht, denk je dan. Maar misschien dat vermoeidheid van de ronde in Italië toch ook wel een rol speelt. Zou kunnen. Alles hangt natuurlijk af van hoe intensief ben je bezig geweest, hè? Na die ronde van Italië. Ben je echt volledig in herstelmodus gegaan en nog heel weinig intensiteit bovengetoverd, dan wordt het moeilijk om in die eerste rit direct terug echt die goede benen te hebben. Maar langs de andere kant hebben ze daar zoveel ervaring en zou je toch verwachten dat zij in staat zijn om die boel te gaan controleren. Vooral ook, het was maar één renner niet meer die ze nog moesten proberen terughalen. En daar waren mogelijkheden in de laatste 5-6 kilometer, maar het is niet gelukt.
Hebben ze daar vanochtend nog extra info aan toegevoegd op het startpodium, Karel? Absoluut. Ik heb het aan een aantal van de mannen uit de top 10 gevraagd. En telkens kwam als rode draad terug. We hebben ons miskeken op wat er zich voor ons heeft afgespeeld. Ze hebben allemaal gedacht van, we gaan die van Schip wel pakken. En daardoor was er inderdaad ongeorganiseerdheid in die voorbereiding van die sprint. Remco Evenepoel zei het ook. We hebben een aantal foutjes gemaakt. Een aantal andere ploegen ook. Wij waren elkaar uit het oog verloren. Er was geen organisatie. En daardoor was er ook niemand meer die eigenlijk zin had. Een beetje de verkleumdheid van de kou en de regen heeft ook zijn deel gedaan van het werk om er een echte georganiseerde sprint van te maken voor de mannen die het moesten afmaken. Dus ja, ze hebben een kans gemist, allemaal. Ja, dat klopt helemaal. Terwijl we nu toch relatieve zenuwachtigheid zien of een drang naar voren op weg naar de derde helling van de dag. De Denderoordstraat. Maar we gaan ook dan meteen daarna naar heel snel, hè? Dat checkpoint, hè? Checkpoint en dan komen we aan de kapel, de kapelmuur. Dus de nervositeit, logisch, begint wat op te lopen. Mannen van Lotto Soudal die hun verantwoordelijkheid nemen. Met Jelle Wallace aan kop. In derde positie hebben we Adam Blythe, de sprinter met dienst van Lotto Soudal, die het gisteren liet afweten. Maar ja, goed, de vraag is, hoe goed is die Brit eigenlijk? We zeiden ook al dat hij wel analist was voor de Ronde van Italië bij een tv-zender. Is papa geworden van een tweeling. Rijdt eigenlijk al een tijdje niet meer de beste uitslagen, die Adam Blythe. Was gewoon niet goed genoeg om mee te doen. En dan werd er hier en daar toch wel geopperd, ook bij Lotto. Moeten wij dan rijden voor zo'n man? Dat hebben ze uiteindelijk ook niet gedaan. Klein beetje in de finale nog met Wallace naar voren gekomen. Want dat was vooral, had ik de indruk, om een Tim Wellens buiten die gevarenzone te houden in die finale natuurlijk. Maar een coureur weet dat ook. Ja, jij weet dat veel beter dan ik, Sven. Maar wanneer je weet of voelt dat een sprinter niet goed is, Kittel bijvoorbeeld nu in de laatste periode, dan ben je als ploegmaat ook veel minder geneigd om daar 300% voor te rijden. Hè? Ja, werkt het wel. Hè? Ja, dat klopt. Hè. Je moet altijd vertrouwen van je ploegmaats krijgen. Ik denk dat ze, zoals we gisteren zagen, het zelfs niet geprobeerd hebben. Hè, waar wij toch dachten van, ze gaan mee hun verantwoordelijkheid nemen. Is dat dan niet gebeurd, dan zal er toch vooraf al goed gecommuniceerd zijn van, oké, we gaan een andere kaart trekken. De kaart van onze kopmannen zo veilig mogelijk door deze etappe te loodsen. En ik denk dat we vandaag een ander team gaan zien, waar ze vooral Kampenaerts en Tim Wellens zo ver mogelijk in de finale gaan meenemen, om dan die tijdrit en vooral die Ardennenrit te kunnen gaan uitpakken. Ik denk dat dat wel het idee zal zijn. Ja. De Denderoordstraat, een rechte streep naar boven. Terwijl we Yannick Peters zien die het heel moeilijk krijgt. Dan wordt er hier afgereden. 700 meter deze helling. En dan zo dadelijk richting checkpoint 1. En daar gaat Quinten Hermans. Dat doet hij heel flux. Redeneert, als ik helemaal de linkerkant van de weg pak, dan maak ik nog 2 meter extra. Dus ging hij gewoon in het midden. Jans met een flodderend jasje erover. En de man van Wallonie-Bruxelles, dat is Kenny Molly. Die gaat goed mee. Verstandig, denk ik, van toch zo dadelijk terug te formeren. Om zo lang mogelijk in een selecte groep die voorsprong zo groot mogelijk te houden. Want alleen gaat dat natuurlijk een heel moeilijk verhaal worden. Waarom sprint Quinten Hermans hier? Zou je tuk zijn op zo'n truitje? Ja, dat denk ik wel. Altijd wel leuk meegenomen om op een podium je mogen te manifesteren na zo'n rit. En duidelijk goede benen, want anders doe je dit niet. Hij staat scherp ook, hè? Je ziet dat aan de kuiten. Hij is afgetraind. Hij is afgetraind, dat klopt. Sorry dat ik je onderbreek, Christophe. Maar hij heeft vooral ook wel wat spiermassa bijgewonnen sinds vorig jaar. Niet alleen sinds dit jaar, maar hij heeft wel wat extra, of voor het eerst in zijn carrière, wat inspanningen geleverd op vlak van maximale kracht. Waardoor je nu ziet dat Quinten meer een renner is geworden die ook een finale in de benen heeft. En echt een finale ook kan afwerken. Als het een lichtlopend bergop is, dan is hij heel snel aan de finish. En vraag dat maar aan Tim Wellens vorig jaar in de TRW, de Tour Régional Wallon. Waar hij eigenlijk net verloor in het eindklassement van Tim. Ja. Dus in dat opzicht heeft hij wel een sprong gemaakt. Pech voor Dieter van Toerenhout. Werd vrij snel weer op gang geholpen. Maar dat is op een vervelende plek aan de voet van een helling. Al wordt er nu, zien we vanuit de helikopter, niet echt doorgevlamd. Wel tempo gemaakt op die Denderoordstraat. Nee, er is ruimte en tijd genoeg om terug te komen aansluiten en je plaats in te nemen.
Met op rechts Iversen, de Deen van Lotto. Centraal Frederik Frison. Daarachter met een klein molentje Victor Kampenaerts. Op rechts Adam Blythe. We hebben ook de mannen van Hilaire van der Schuren die een beetje meer naar boven komen. Nathan van Hooijdonk en Gijs van Hoeken vooral. Met de oranje helm van de nationale ploeg. De Sprengers die ook met die trui van de checkpoints mee naar boven komt. Ja. Maar die weet uiteraard wel dat er al 6 man voorbij is. En zo komen we bovenop die Denderoordstraat. Hier zie je toch dat Ilio... Ja, Ilio heeft het moeilijk. Ja, moeilijk heeft. Gaf het gisteren ook na de rit al aan op zijn social media. Terugkomen na een kwetsure, dat doet pijn. Echt dan de fysieke stap die je terug moet gaan maken. En het herstel is toch groter na de inspanning van gisteren dan op een normale dag. Wedstrijddag van Ilio. Zijn er nog mannen, Karel, die je opraapt, gelosten uit het pak? Ja, het is inderdaad vooral Keijsen die hier de man is die moet afhaken. De anderen die komen daarbij. Je ziet inderdaad dat hij zoekt naar zijn tempo. En dat tempo is in die eerste honderden meters van die beklimming. Dat gaat dan wel. En als nu op het vlakke hij weer zijn grote molen kan opdraaien, dan lukt dat ook wel. Krijgt een aantal renners mee. Maar ja, op de klim zelf is het heel lastig. Een nieuwsje nog anders, omdat jullie het over Kampenaerts ook hadden. Fanny Lecluze die staat langs de kant van de weg te kijken. We hebben onlangs, dat zagen we ook op de social media, wat zouden we zijn in ons leven, Sven, zonder social media? Helemaal niks natuurlijk. Nee, je bent ook heel snel van alles op de hoogte. En hebben we gezien dat ze samen een zwemwedstrijdje gedaan hebben tegen elkaar? Fanny Lecluze tegen Victor Kampenaerts, die het zwemmen duidelijk nog niet verleerd was vanuit zijn periode als triatleet. En dan verbaast het mij dat hij eigenlijk met niet zoveel verschil verloor van een... Nee, absoluut. Ik heb goede zwemster. Zwemtrainingen zien afwerken waarvan ik dacht, die heeft daar duidelijk echt wel een bepaald talent voor. Je kan je ook gaan afvragen, is Fanny gisteravond naar Knokke gezwommen? Want daar was wel mogelijkheid toen met die regen die we gisteren allemaal gehad hebben. De zee zelf was wel heel kalm gisteravond. Nog even een wandelingetje gaan maken, die was heel rustig. Vandaag is er wel meer wind. Absoluut. Ja. En het wisselt wat af. Droge momenten met toch al wel wat regen dat de renners vandaag hebben moeten verwerken terwijl we hier deze man moet pech gehad hebben. Zien, ja, het is niet het moment om... Zou die zuiver moeten lossen? Dat zou ik zeer betwijfelen, want die is enorm in vorm. Tenzij hij ziek zou zijn, maar wellicht hebben een van onze motards of Karel dat wel gezien of er iets gebeurd is, want dit lijkt mij heel vreemd. Baptiste Plankaert. Niet direct iets aan de fiets te merken. Nee. Karel, heb jij dat gezien? Want die man is in vorm. Vreemd beeld. Ja, absoluut. Nee, niks gemerkt. Niks aan de hand. Zuiver eraf. Het loopt hier een heel klein beetje op. Maar niet om te zeggen dat er is geen klim hier. Maar hij lost uit het peloton. En moet inderdaad de anderen laten rijden. Dat is een vreemd signaal. Dan maar goed. Is iets aan de hand. Dan is hij ziek of zo. Ja, dan kan het natuurlijk. Die heeft ons niet bereikt. Maar dit is de afdaling richting Gerardsbergen. Ook Tom Dernies moet lossen uit het peloton. Gisteren de hele dag in de aanval. En hier vooraan zijn ze nog met z'n vijven. Nadat Jannik Peters er werd afgereden op de Denderoordstraat. Met achteraan Kenny Molly. Kenny Molly, neoprof, rijdt voor Wallonie-Bruxelles. Vorig jaar mocht hij mee naar het WK bij de belofte in Innsbruck. In dienst van Björg Lambrecht. Op basis van een verdienstelijk seizoen. Heel regelmatig seizoen. De zoon van Johan Molly, verzorger, jarenlang in dienst van de ploeg Lefevre. Tot hij dan even met Warren Barguil naar een Franse ploeg trok. En nu is hij Nicky Terpstra gevolgd richting Direct Energie. Hier wordt Peters ingelopen door het peloton. En er wordt vooraan in die kopgroep ook stevig doorgefietst. Het gaat wel snel naar beneden, hè Sven. Ja. Je zag het in het begin, 3,5 minuut, even 4 minuten, nu nog 1,15. De voorsprong is onder controle vanuit het peloton. Hier de kleine straatjes richting de muur. We komen nu van een totaal andere richting dan in de traditionele Ronde van Vlaanderen of andere klassiekers. Ja. Karel op de motor, ik weet van in de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld, dan mag jij met de TUF niet over de muur. Mag dat vandaag wel?
Nee, dat mag vandaag ook niet. Nee. Er is wel een aantal motoren mogen wel mee. Die hebben een M gekregen. Maar het is zo... Ah nee, kijk, ik kijk nu op de motor, want Danny, onze motaar, die wijst er mij op. We hebben wel een M gekregen, dus we mogen er vandaag wel over. Ah, oké. Laat ons weten welke letter je morgen krijgt, hè. De T van tijdrit. Voilà. 67 kilometer nog en dan gaan we klimmen zo dadelijk. In een etappe tot nu toe die vrij geschiedenisloos was, Sven. En dat is toch wel opvallend. Voor de tweede dag op een rij mochten de jongens die het meteen geprobeerd hebben wegrijden van het peloton. Het peloton geeft en beslist eigenlijk altijd wanneer een groep mag wegrijden. Een peloton geeft eigenlijk haar zegen. Hè, nadat er een uur wordt gekoerst of anderhalf uur of whatever. Net zoals gisteren. Na 1 kilometer. Ze hebben zelfs de moeite niet gedaan. Dat is heel opvallend, vind ik. Ja, dat is zo, het is heel moeilijk te voorspellen waarom dat eigenlijk gebeurt. Je hebt soms een uur lang koers vooraleer een kopgroep echt het hazenpad neemt. En dan heb je van die momenten waar de eerste, de beste aanval direct de hele goeie is. Dat zie je in de Ronde van Frankrijk. Dat zie je eigenlijk overal. Maar ik denk toch wel dat we vandaag een iets attractievere koers gaan krijgen dan het verloop van gisteren. Waar je echt wel weet, oké, je hebt de wandelaar. Daar gaan we in principe afstevenen op een massaspurt. Wat dan uiteindelijk niet gebeurd is. Maar ik denk dat we vandaag wel toch wel wat mooie hellingen nog op onze boterham krijgen. En dat we vooral ook met die plaatselijke ronde waar twee keer de Paddenstraat en de Lippenhovenstraat in zit. Ja, toch wel wat mogen verwachten. Absoluut. Een beetje kronkelen hier. Naar de muur. En achteraan kijken we op de poep van Samuel Leroux. Dat is een jonge kerel, nog jonge Fransman. Vooraan in de 20. Eigenlijk min of meer een tijdrijder. Heeft het moeilijk samen met sprinter Roy Jans. Hier kijken wat er gebeurt in het peloton. Is dat is Laporte. Laporte zelf al. Ja, wel goed aan de mond herkenbaar. En dat is wel heel interessant natuurlijk. Een ex-leider van de Baloise Belgium Tour vorig jaar die meteen de knuppel in het hoenderhok gooit. Een paar meter pakt Christophe Laporte. Er komt niet direct reactie vanuit het peloton. Laporte mag en krijgt een beetje vrijgeleide. Terwijl hier achteraan Mickey van Staaien, ja, moeilijkheid. De poort toch wel wat open staat. Ja, Adam Blythe, voilà, onze woorden. En hier pech voor Coquard. Oh, die heeft duidelijk een probleem met de derailleur. Denk ik vanachter met het versnellingsapparaat. Want die vloekte meteen op de grote versnelling. En vloekte. Van Wanty. Dat is direct duidelijk wie het is. Bijzonder jammer. Hier is Adam Blythe. Voilà, aan het hijgen en het puffen zie je gewoon dat die jongen niet in vorm is. Hij zit ook dik, zoals men dat dan zegt, met die schouders helemaal niet ontspannen, gestrekt. Dat is echt wel... En in het peloton is het echt wel Lotto Soudal die de controle over de wedstrijd heeft. Ja, dat is Aimé de Gent volgens mij. Die in deze ronde een aantal jaren geleden ook altijd heeft laten merken dat hij goed kon meegaan in de vluchten van de dag. Meedeed voor dat klassement van de strijdlust. En hier moet die jonge Fransman Leroux toch wel met een klein verzetje over de top van de muur en de kapelmuur. Het is Hermans en Molly. Alle zeilen bijzetten. Kijk, hier wordt Coquard geholpen. Krijgt een andere fiets, een veel grotere fiets. Kijk, staat nog iemand stil. Kijk, hij kan gewoon niet op het zadel gaan zitten. Hier een opstopping. Een man van Tartaletto. Dat is wel een mooi beeld. Die kleine jongen. Absoluut. Die hele grote fiets. Ja, de fietswissel hebben we net niet gezien, maar die komt straks misschien nog wel. En dan gewoon zoals kinderen op vaders koersfiets op de bovenbuis zitten, wegens veel te groot die fiets om op het zadel te geraken. Ogarme Coquard. En vooraan in de kopgroep is het vooral Hermans en Molly die de betere indruk geven. En Laporte die bijna terug wordt ingelopen door de eerste mannen van het peloton. Ja, met Wanty en Aimé de Gent vanuit de lucht. Zien we dat de Lotto's een klein beetje verderop zitten. Die maken zich voorlopig nog niet druk. Maar vanaf positie 50 ongeveer hier zie je af en toe wel een gaatje vallen. Mannen uit de letterlijk tweede, derde rij van dit peloton die aan de rekker hangen. En die smeken en hopen dat het dadelijk in de afdaling een beetje gaat stilvallen, Sven, om zo opnieuw te kunnen aansluiten. Hè. Ja, maar vanaf hieruit wordt het eigenlijk nooit vlak en komt de ene helling toch iets sneller na de andere. We krijgen heel snel de Eikenmolen. Klopt.
700 meter met een stijgingspercentage van gemiddeld 5,4%. En naar Sint Maarten Slierde zo dadelijk. Hier zitten we met Giedig van achter, de Aziatische kampioen van Astana. Dus dat is voorlopig al één man minder op wie Laurens de Vreeze kan rekenen. Voilà, Kenny Molly, dat is heel goed dat hij hier deze bergjes tot nu toe mee overleeft. Neoprof Samuel Leroux, Fransman en Quinten Hermans. Ze hebben Roy Jans onder meer overboord gegooid, net als Fumiyuki Beppu. Beppu die, was het 2009, enfin, einde van die periode, een hieraanval bij iemand van Burgos. Burgos, net zoals gisteren. Ja, dat is juist. En toen stond hij ook op deze manier. Hebben we nog heel die paarse trui beschreven. Dit is Evenepoel, als ik me niet vergis. Ja. Pak ja, daar de bocht. Kijkt. Ging daar heel flux door die bocht. En hier beelden van Brian Coquard, die opnieuw een andere fiets heeft gekregen. Nu zonder kaderplaatje. En gaat dan voorbij de val van de man van Burgos. De Spaanse ploeg die geplaagd wordt in deze ronde. Want amper na één dag twee man al uit koers gestapt. Gibson en Langelotti. Dat voor de statistieken. Dreigende wolken op de achtergrond. En het is nu veel meer slingeren. Links, rechts, omhoog, naar beneden. Je moet heel attent zijn. De ene keer droog asfalt, de andere keer heel gevaarlijk. En weer een val. In ieder geval van iemand van Arkea. Dat bedoel ik nu. De broek helemaal open langs achter. Hij heeft de borduur geraakt. Dit is Guernalec, denk ik. Thibaut Guernalec. En het hekken ook meegenomen. Dat is niet goed. Voilà. Tegen die stoeprand. En dat kan vervelend pijn doen. Op de brede weg nu weer opdraaien. 64 kilometer nog te fietsen op weg naar de Eikenmolen. Peloton via Lierde. Even gescheurd na de afdaling van de kapelmuur. Die laatste renners, zelfs in drie stukken als ik me niet vergis. Die laatste renners gaan echt wel een eindje moeten fietsen voor ze leren. Vooraleer ze terug de... Ja, want het gaat nu niet meer stilvallen eigenlijk. De kop van het peloton gaan zien. De Eikenmolen ook dadelijk vrij smal. Kom je boven, ben je uit het zicht. De deur staat achteraan helemaal open. Je voelt aan alles, Sven, dat het vandaag een veel boeiendere wedstrijd gaat worden dan gisteren. Er wordt gekoerst. Dat heeft met het parcours uiteraard te maken. Ja. Die vluchters die gaan dadelijk gegrepen worden. En dan begint de wedstrijd. Ik heb op voorhand... Eén vraag, zou het kunnen dat na die zeven hellingen in de Vlaamse Ardennen, dan zitten we eigenlijk nog op een dikke 40 kilometer van de streep. Komen die lokale ronde in Zottegem, twee keer twee kasseistroken, niet van de makkelijkste. Maar toch, bestaat daar een kans dat het gaat stilvallen dan, omdat die hellingen weg zijn? Dat denk ik wel. Ik denk zeker dat we niet met een heel klein groepje naar de finish gaan rijden. Maar dat het een selecte groep van de sterke renners, de sterke formaties... gaan zijn die uiteindelijk in de laatste plaatselijke rondes hun ding gaan doen. Het is inderdaad nog ver tot aan de finish na de laatste klim. Maar goed, die kasseien en even afwachten wat het weer gaat doen, dat gaat toch wel voor een attractieve koers zorgen. Terwijl we hier... Dries de Bond heeft zin om te koersen. Ja, Dries de Bond zien en Palais kijkt. Tim Welles zit heel alert vooraan. En een aanval. De man van Topsport Vlaanderen, Balwaze. Ik hoorde een oproep van Karel. Hij wou iets zeggen over JW van Schip. Toch niet erg, Karel? Ja. Nee, maar zit wel in het derde groepje. Hè, want het was inderdaad iets wat wij ook niet gewoon zijn. En misschien wel een aantal renners ook niet. Als je boven komt op de muur van Gerasbergen. Ja, dan is het altijd rechtdoor voor de Ronde van Vlaanderen en andere koersen. En nu was het scherpe bocht naar links. Vandaar ook nervositeit. Heel snel naar beneden. Dat rondpunt daar inderdaad met die val van die renner van Samtsik. En dan is het inderdaad een beetje zoeken en tasten. En ze zien elkaar nu wel voor elkaar uitrijden. Maar het ligt helemaal uiteen. Drie, vier stukken zeker dat peloton. En hier in het laatste, de laatste grote groep, zit de leider een beetje af te zien. Jan-Willem van Schip. Die voelt duidelijk de lactaat nog in de benen zitten, denk ik, en heeft een beetje gebrek aan concentratie. Een serieuze inspanning te leveren om terug te komen aansluiten. Ja, gisteren vrij diep gegaan, uiteraard. Achteraf ook op de massagetafel volledig in diepe slaap gevallen. Die kloof is toch vrij groot. Maar hier had het... Het is altijd makkelijk praten van op een afstand, zeggen we altijd. Maar hier had het wat alerter gemogen, natuurlijk. Natuurlijk, ja, zijn gewicht, zijn lichaam over die muur... heen sleuren en slepen. Dan is hij absoluut niet in het voordeel. Het
gevaar is nu dat er een aantal jongens zijn die toch wel denken van zoek het maar uit, ik rij het niet dicht. Ja, helemaal achter. De leider zit hier, we gaan hem niet zo gemakkelijk terugbrengen. In het begin van deze etappe toch wel controle ook van de mannen van Roompot uiteraard. Toen was het ook nog makkelijk, 6 man vooruit. Zet je maar aan kop van het peloton in het in dienst van JW van Schip. Maar je ziet duidelijk ook aan de manier van koersen, zo net het kopje nog net naar beneden. Moest hij ook na het optrekken een gaatje laten. Nee, dit wordt niet zijn dag. En deze mannen blijven dapper voordokkeren. Samuel Leroux. Voilà, is hier aan kop van het peloton. Hij moet werken. En je ziet duidelijk aan deze situatie dat de mannen van Kevin de Weert en Kurt van der Wouwer, de twee ploegleiders met dienst, dat zij de koers vandaag in handen nemen. Ja, dit is echt verantwoordelijkheid. Dit is echt wel intensiteit. Die is serieus de hoogte in gevlogen. En je gaat gewoon nu van de ene helling naar de andere achteraan gewoon renners zien lossen door het feit dat ze extra inspanningen moeten leveren. Naar de bochten om op te trekken, absoluut. Dat alleen al. Hè. Het is accordeon spelen aan de rekkerrangen. Totaal ander parcours dan gisteren. En dat vind ik dan ook altijd weer mooi om te zien. Het verschil, het gemak waarmee een World Tour coureur als Tim Wellens, maar ook Kampenaerts, hoe zij daar op hun gemakje vooraan zitten. Handhaven op die tweede rij, geen win pakken, goed die bochten ingaan. Dan verspil je ook het minste energie natuurlijk. Hè. Maar ja, dat moet je ook kunnen. Ja, parcourskennis is uiteraard hier ook heel, heel belangrijk. Weten waar je moet zitten, terwijl we hier echt wel de man zien met hetzelfde aangezicht als gisteren, maar in een totaal andere positie. Afzien tot en met een paar zweetdruppels door de lichtrode haren van de baard. Het oortje goed afgeklemd met een klevertje. En Quinten Hermans, de man uit de Schoot bij de Senderlo, heeft er zin in. Heel vaak op kop in deze groep. Veel werkleverend. Is dit goed? Jij bent de manager. Zeg je, ja, dat is verstandig. Koersen maar. Doe maar. Laat je zien. Of je kan ook aan de andere kant redeneren. Oh man, een beetje sparen. José zou zeggen, het bord van een ander en zo verder en zo voort. Ja, maar eens je in deze situatie zit en je hebt voor de lange vlucht gekozen, dan moet je inderdaad ook proberen van het maximum eruit te halen. En dat doet hij goed. Hij geeft zich volledig om zo lang mogelijk voorop te blijven. Ja, helemaal aan de einde. Daar rijdt peloton 1. En hier achteraan zit de leider van de Baloise Belgian Tour in de blauwe leiderstrui, Jan-Willem van Schip. En dan moet hij hopen dat het gat wordt dichtgereden. Helemaal achteraan. En stel dat hij nu nog zou komen aansluiten, Sven, dan weet hij dat er straks nog een aantal hellingen komen. Binnen 3 kilometer zijn we aan de volgende klim. Ja, en zo'n berendries voor zo'n van Schip, ja, dat is afzien van beneden tot boven. Niet als hij uit de wind rustig naar de berendries kan fietsen, maar op deze moment heeft hij zoveel krachten verspeeld. Dat geldt eigenlijk voor al die jongens hier achteraan. Ze gaan misschien nog net kunnen komen aansluiten op het moment dat we aan de volgende klim beginnen. Maar dat is, denk ik, geen lang leven geschoren. Michael van Staaien zagen we daar straks lossen op de muur. Karel, komt hij terug? Ja, hij is terug. Hij is nu teruggekomen in die lange achtervolging naar de muur van Gerardsbergen. En op weg naar die Eikenmolen is het verschil tussen groep 1, daarnet voor ons, die draaien nu de hoek om. En hier het groepje, zullen we maar zeggen, want het is eigenlijk een groep. Dat is bijna 30 renners met de leider Jan-Willem van Schip. Ja, dat is toch nog wel een achterstand van een seconde of 20. Want wij komen nu stilaan hier aan die bocht waar we daarnet uit het oog de anderen zagen verdwijnen. Het is hier op deze streek, op deze strook, dat Stijn de Volder zijn duivels ontbond toen hij wegreed van de achtervolgende groep. Die net kwam aansluiten voor zijn eerste overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Hier reed Stijn de Volder weg naar zijn Eikenmolen. Tweevoudig winnaar Karel Baptist Plankaert. Welk peloton, het eerste of het tweede, heb je hem opnieuw zien aansluiten? Niet meer gezien. Dus dat is achter deze groep van Jan-Willem van Schip. Dus ik denk dat hij achteraan ergens een beetje aan het zwemmen is zeker. En met een aantal anderen die al gelost zijn. Dus dat wordt heel lastig voor Baptiste om nog terug te komen. Vreemd. Mocht je ooit verzeilen langs de ploegleidersauto van Wallonie-Bruxelles bij Christophe Brandt? Misschien eens even polsen wat er aan de hand is met Baptiste Plankaert. Maar ik had hem wel opgeschreven. 58 kilometer nog met Quinten Hermans, Samuel Leroux. Een jongeman, Fransman, nog niet al te grote uitslagen gereden. De man in het zwart-roze. En achter hem Kenny Molly. Kenny Molly die
pas mogen beginnen koersen als tweedejaarsnieuweling, omdat vader oordeelde. Ja. Er zijn toch heel veel gasten die rond hun 18e, 19e al koersmoe zijn, omdat ze veel te vroeg beginnen. Hold your horses, eventjes wachten. En dan stilaan wat uitslagen beginnen rijden, ook bij de junioren. Jongere ploeg ook gereden, de Fondation Alberto Contador. Hè, heeft hij bijgereden, Kenny Molly, de man in het geel. En dan ook bij Klein Constantia, de opleidingsploeg van Lefevre. Een beetje een atypische opleiding. Als je dan internationaal de kaart gaat trekken, maar daarom niet minder goed. Een klein beetje in de luwte. Zat ook in de vlucht van de dag in LBL dit seizoen, in Luik-Bastenaken-Luik. En op deze manier geleidelijk aan stapjes proberen te nemen als neoprof om wat sterker te worden. Hij rijdt zich vandaag duidelijk in de kijker. Ja. En ze komen terug aansluiten. Voilà. Samensmelting van de twee groepen. Op naar de volgende klim. Even weer ademhalen. Met het respijt van een aantal minuten, zullen we zeggen, voor de leider Jan-Willem van Schip. Want vooraleer dat hij de kans zou krijgen, Sven, om hier weer wat op te schuiven in dat peloton, zit die volgende helling er weer aan te komen. Dan wordt het opnieuw puffen en blazen. Dit is inderdaad de staande volderklim. Het oortje uitgooien. Uitgegooid, ja. Niet luisteren naar Wilfried Peters. Ik doe mijn ding. En vol voor winst in de Ronde van Vlaanderen. Ja, en als je wint, heb je vrienden en heb je gelijk. En hij wachtte niet op Chavanel, was het, en Bonen zeker, hè? Hier boven naar rechts, voilà. Doet dat goed, Hermans? Van voorsprong een klein beetje teruggestegen, van 50 seconden naar 1 minuut. Tegenprik van Jelle Walais. En de man van Israël, is dat meteen al Ben Hermans? Nee, dat is Tom van Asbroek die meegaat aan de voet van de Eikenmolen. Tom van Asbroek, de sprinter. Nou ja, wil ook wel vaak laten zien dat hij meer kan dan alleen sprinter. Dat hij een renner is voor dit soort werk. Tong uit de mond. Daan Soete die de kloof dicht achteraan. Er is de bond van Corendon, gaat ook mee. En is dat Bert de Bakker in derde positie van Vital Concept. Ja, dat lijkt mij iets kleiner, de Bakker. Boven op die Eikenmolen een paar scheurtjes in dat peloton, maar niet al te noemenswaardig. Karel, nieuws van Plankaart. Ja, inderdaad. Dus even langsgereden bij Christophe Brandt. En ook Christophe had totaal geen verklaring. Hij zei, ik begrijp het ook niet goed. Hij moet een heel slechte dag hebben. Wij zitten zelf een beetje met de handen in het haar. Waarom het met Baptiste Plankaart niet goed gaat. Wij nu bijna hierboven rechts draaien de Eikenmolen op. En we rijden voorbij ook een renner van Vital Concept die op dit moment moet lossen. Chris Boekmans. Kijk eens, met dat kleine verzetje. Een koffiemolentje. Proberen nog net het wiel te pakken. In het blauw met de oranje helm. Jan-Willem van Schip. En dan even naar rechts uitwijken om toch maar niet te moeten remmen. Anders zat je in het achterwiel van de voorganger. Even laten bollen. En dan komt die volgende bocht er weer aan, Sven. En dan zit je te vloeken. Ja, dat doet pijn. En dat is nu het nadeel van ritwinst gisteren. Is dat men jou toch nog echt gaat opzoeken. Ook al hang je daar achteraan te bengelen in de staart van het peloton. En dat zie je niet zo graag gebeuren als renner natuurlijk. En hij krijgt ook heel weinig tijd om te herstellen van de inspanning die hij net heeft moeten leveren. Dus dat wordt een moeilijke dag. We zitten in de buurt van Sint Martens Lierde en Wetegem. We gaan richting een korte kasseistrook. 300 meter. En zo naar Sint Maria Oudenhoven. Richting de Valkenberg. Voilà. Mannen van Astana. Die met heel wat jong Kazaks volk hier in deze ronde aanwezig zijn. Doenaerts die zich ook begint te mengen in de debatten. Vierde positie van het peloton. Man of elf die zich lichtjes afscheiden. Twee Lotto's ook. Ja. Sluitstuk. Nog eentje die de bocht bijna mist. Van de Keuning. Ja. Ging daar wijds uit. Schatte het gedeelte asfalt en kasseitjes een beetje verkeerd in. Je ziet dat dat een moeilijke bocht is, want nogal wat renners doen hetzelfde. Gaan daar heel wijds uit die bocht. Het is toch de fase dat de controle vanuit één team eigenlijk een klein beetje wordt losgelaten. En waar je ziet dat een ontsnapping probeert tot stand te komen. Er wordt een beetje naar elkaar gekeken, kijk. Voilà, wat we zeiden, van Schipper weer af met Mickey van Staaien. Ja,
Wat roept hij precies? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ja. Hier van Wanti hebben we Pieter van Spijbroek. Met Sico Whitens ook. Mannen worden eraf gereden. Dat is jammer voor hen. Johan Lebon is het. Nee, het is Julien Maurice, een van de Vital Concept mannen. En hier op deze kasseistrook, Jelle Wallais. Ondanks de pijn aan een vinger, toch het volle pond geven. En kijk eens, Victor Kampenaerts heeft duidelijk zijn zinnen gezet op deze ronde hoor. Gaat goed mee vooraan. Is heel alert aan het fietsen vandaag. Morgen die tijdrit, 9 kilometer, die is in principe te kort voor hem, Sven, om echt grote verschillen te laten noteren. Ja, maar hoe je het ook draait of keert, hij gaat absoluut met ambitie naar deze tijdrit. Ik denk ook inderdaad dat hij zijn zinnen gezet heeft om toch te proberen te kijken waar hij kan uitkomen in het algemene klassement. Straks ook in die zware Ardennen-etappe. En dan moet je vandaag absoluut geen steek laten vallen. Je moet mee zijn. Slechte weg hier. Een stukje kasseien. Ze zoekt wat asfalt op, maar de kasseien liggen eigenlijk beter als het asfalt. Kijk, springt van de ene put naar de andere. Weer iemand van Burgos die pech heeft. Hier in het groepje, ja, Willem van Schip met Pieter van Spijbroek, met Mickey van Staaien die de rug recht. En ook nog Lucas Eriksson uit de Deense Riwal Cycling ploeg. Door die aanvallen in het peloton krijgen we nu een voorsprong van 30 seconden, 28 op dit moment. Dus dat gaat heel snel. We zouden wel eens een volledige hergroepering kunnen krijgen op een goede 40, 45 kilometer van de finish met de Valkenberg in het vooruitzicht. De Valkenberg, de Valkenburg, de Kouberg, die zou hij helemaal niet overleefd hebben, deze Jan-Willem van Schip, denk ik. Nee. Met dit beeld nemen we symbolisch afscheid, virtueel nog altijd, van Jan-Willem van Schip als leider in deze ronde. En nog altijd onze drie leiders. Samuel Leroux, Kenny Molly en Quinten Hermans. Benieuwd wat er achteraan in het peloton gebeurt. Ik denk dat de Valkenberg daar absoluut wel eens een belangrijk moment zou kunnen zijn. Dat wordt helling nummer 6. En dan hebben we alleen nog de Berendries. Eigenlijk moet je zeggen, op de hellingen tot nu toe is er in het peloton niet veel gebeurd. Het is een soort van geleidelijke uitdunning. Echt wel in dit peloton met de kwaliteit die aanwezig is, het kaf van het koren, geleidelijk scheiden. Het is een natuurlijke uitdunning. Maar iedereen weet ook dat dit de fase is waar het eigenlijk moet ingebeuren. Als straks de beklimmingen achter de rug zijn, is het iets makkelijker om toch dat wiel te kunnen houden. Dan ga je het van de kasseistroken moeten hebben diep in de finale. Dat is ook de reden waarom er nu op dit moment het volle pond wordt gegeven. Nou, de Palestrade is 2 kilometer lang natuurlijk. Hè. Slechte kasseien ook, daar kan je wel als World Tour ploeg zijnde, als je daar het spel op de kant gooit, kan je wel met een man of 10, 12 proberen weg te rijden. Hè? Ja, dat klopt. Dat zou het ideale scenario ook zijn voor deze etappe. Ja, dat klopt. Maar het sloopwerk is hier eigenlijk al aan de gang. Absoluut, ja. En dat neem je mee als je straks op die kasseien komt. De mannen van Lefevre nu toch wel met een pion of 3, 4 naar voren in dit peloton. 50 kilometer nog te fietsen. Is dat? Dit is Kenneth van Bilze. Bilze. En Jacobsen en Evenepoel en Co. laten het even voor wat het is. Ook Jelle Wallais zet zich op kant, zoals dat dan heet. Nu toch wel reactie van iemand van Hilaire van der Schuren. Ik ben ook zeer benieuwd naar de prestatie of wat een Loïc Vliegen bijvoorbeeld kan in deze etappe. Vliegen die de overstap heeft gemaakt destijds van BMC naar Van der Schuren om te zeggen, kijk, ik zal niet zeggen dat ik een superkopman ben, maar ik wil wel de kans grijpen om voor mezelf te rijden, te laten zien wat ik zowel in het Waalse als in het Vlaams-Ardense werk kan. Maar dat is er voorlopig nog niet uitgekomen bij Loïc Vliegen. Nee. Een man uit het land van Herve. Op dezelfde moment aangekondigd als heel jong talent samen met Dylan Teuns, als ik me niet vergis, bij BMC. Dat waren de twee, zo gezegd. Hè? Ja. Dan zie je toch dat die wegen nu totaal verschillend beginnen lopen. Als je ziet wat Dylan Teuns nu neerzet, dan heeft Loïc Vliegen daar nog een stap te maken.
niet sluit uit dat dat op lange termijn toch nog gebeurt. Hij heeft bij de jeugd duidelijk laten zien wat hij in zijn mars heeft. In de verte zien we het peloton. De Valkenberg komt er nu aan. Met Molly die schakelt naar een kleinere versnelling. En ook Hermans doet dat goed. Weer een aanval van iemand uit de Roubaix-formatie. Natura Forever. De stijlste strook toch boven de 10%. Dat begint toch wel wat gaan door te wegen. Ja, vooral in die bocht gaat het stijl. Hè. Maar dan ben je relatief snel boven. En het peloton zit en letterlijk op de hielen. Peloton dat nu weer wat is aangedikt. Hier gaat Remco Evenepoel met Ton Aerts in het wiel. En ook Tim Wellens zegt, ja, dan moet ik meegaan. Nathan van Hooijdonk zien we. De Britse kampioen Connor Swift in derde positie. Hebben we Victor Kampenaerts. Met een grote versnelling. Heel groot. Groot mes. En Frederik Bakkaert gaat mee. Gaat makkelijk. Kijk. Bakkaert in een goede dag. Want dat had hij al op de ploegenpresentatie gezegd. Dat hij voorin wou opdraaien op die Valkenberg. Want boven is een heel gevaarlijke bocht, meteen scherp naar rechts. Heel vaak in andere wedstrijden gaan we boven naar links. Oh, hier pech. Er staat geparkeerd, dat is Dimitri Klaes. Achteraan staat de deur open. Kijk, dat is de man van de Koenig Quickstep. We nemen afscheid van Fumiyuki. De aanval heeft gereden. En het scheurt fameus nu in het peloton. Kijk. Boven met een man of twee, vier. Ja, dat zijn de drie leiders. En dan een bolletje van een klein nieuweling peloton. Man of 20. Het was een stevige prik van Evenepoel. Overgenomen door Frederik Bakkaert. En je zag aan het aangezicht van Tim Wellens dat het serieus hard ging. Want we weten dat we nu boven na die Valkenberg nog maar één helling hebben natuurlijk. Hè, richting de Berendries, richting Bakkaertland. We krijgen hier bovenop de Valkenberg een hergroepering. Nog een goede 4-5 seconden. Dat is inderdaad een heel smal dingetje hier. Ja, peloton slingerend naar beneden. Echt veel damage is er niet echt dan, heb ik de indruk, Sven. Ik zou toch maar eens vragen aan die renners hoe die benen nu aanvoelen. Ja, absoluut. Maar er is inderdaad nog weinig breuk in het peloton te zien. Achteraan zit Rasmus Iversen van Lotto. Die heeft een klein beetje zijn werk gedaan. Voor hem nog iemand van de nationale ploeg. Ik denk dat dat Cedric Bulus is. Wiel in wiel. Mooie beelden, kronkelend doorheen dit landschap. Lichte regenval. Een jumpingpiste. Onderaan in beeld. Op naar de Berendries. Binnen een goede 3-4 kilometer. Dus het gaat heel snel. Kijk, kronkelend links-rechts. Heel weinig ruimte om nog op te schuiven in het peloton. Nou ja, de posities zijn ingenomen. Hè. Kijken wie hier iets gaat doen. Want dat is toch onvermijdelijk, een aanval op de laatste van 7 hellingen van deze dag. De Berendries, kleine kilometer lang. Vervelende helling toch. Stijl. Beetje vergelijkbaar ook met wat we vroeger in de driedaagse De Pannen zagen. Berendries, toch ook altijd een cruciaal punt richting de finish in Zottegem. Ja. En dat krijgen we nu ook. Traditioneel de finish hier van de eerste etappe, hè. Sagan, onder meer winnaar. Vreemde afdaling hier in de finale. Vreemde laatste bochten. Daar, een beetje links naast de kerk, is de hoeve van de familie Bakkaert. Daar komt hij op een wippie, komt hij er aan voorbij. Dat was
een aanval met voorbedachte raden. Ja. Familie misschien bovenop de top. Zo is het. Dan krijg je altijd ietsje meer moreel. Hè. Goeie moed. Hij woont daar ook net naast de ouderlijke boerderij in een appartement. Is volgens de laatste informatie Bakkaert nog volop bezig met de... Die we daar net ook al een prik hebben zien geven. Ja, ze zijn benieuwd. Zo'n kampenaars geeft een heel goede indruk. Even een poel zo net, maar een heel groot mes. En via de oprit van enkele mensen daar proberen een aantal mannen nog positie te kiezen. Met die Dries de Bont aan de leiding. Vijfde, zesde positie. Ja. Altijd een beetje schokschouderend. Goed herkenbaar, zo aan die stijl. En een aantal mannen vanaf positie 20, 25 die even niet aandringen. Jasper Philipsen ook mee vooraan. Dries de Bont. En rechts is dat de Vreese? Nee. Ja, denk het wel. Philipsen, ja. En een aanval van iemand van... uit de veldritploeg. Ja, Sauze Pauwels. Paul Sauze, bingo, dat is de nieuwe naam. Jens Adams. Volgens zijn nummer de kopman. De Bont boven met Jens Adams. Evenepoel komt aansluiten. Benjamin de Klerk erbij, maar dat zijn nog niet echte klassementsmannen. En Evenepoel gaat door. Ja, door. Waar zijn de lotto's nu? Houden die zich bewust even afzijdig? En nu boven komen en kijken wat er gebeurt. Doorgaan, jawel, zegt Evenepoel.
niet stilvallen, maar de gaatjes zijn relatief klein nog. Heel dat peloton op één lang lint. Meegaat. Eimee de Gent is de man van Hilaire van der Schuren. Jasper Philipsen in tijdritstijl met de onderarmen bovenop het stuur. Welles zit daar in tiende positie. Laurens de Vreese zit erbij. Iedereen voelt, het gaat hier hard. Ze kijken achteruit en dan beseffen dat eigenlijk het volledige peloton nog niet erbij is. Nathan van Hooijdonk zagen we ook. Buiten Evenepoel eigenlijk vooraan niet zoveel mannen uit de ploeg Lefevre. Nee. Het moet toch zijn dat de Italianen uit de Giro niet wat vermoeid uit die ronde van Italië zijn gekomen. Wat kleiner, geblokter. Zeker in de bovenarmen minder mager dan Tim Welles bijvoorbeeld. Kijk, nu valt het even stil en dan komt er een aanval. Uit de ploeg van Sibel. Oh, zegt even een poel. Jij gaat aanvallen? Nee, dan ga ik er gewoon even los over. Kijk wat de rest doet. Christophe Laporte gaat mee, de man van Bovidis. Kampenaerts ook mee. Achter Nathan van Hooijdonk die moeite doet om te komen. Even stilvallen. Kampenaerts gaat door. Nathan van Hooijdonk op dat wiel. Van Hooijdonk, dat is ook wel interessant natuurlijk. Beseft dat dit soort wedstrijden zonder... Ja, het keurslijf van CCC van Greg van Avermaat, dat hij eens voor eigen rekening mag koersen als lid van die nationale ploeg. Leuk dat hij er is in deze ronde. Voorbije jaren ook geroemd door Jens Keukeleire als winnaar ook bij de nationale ploeg. Het zou wel eens een mooie groep kunnen zijn. Hier wordt een klein beetje naar elkaar gekeken achteraan. Hier zitten toch wel wat namen. Mannen, die, bond. Mannen die snelheid kunnen maken met hier... Pieter Wening is Pieter dit. Pieter Wening, ja. Laporte. 38 jaar, op een topprof. Evenepoel. Dit is niet, niet Bakkaert. Niet de Vreese. Vreese, nee. Nee. Dit is Van Hooijdonk. Met Kampenaerts in het wiel. Soudal zijn mee. Op rechts komt Tim Welles naar voren. En zo leggen ze het spel lam. Vooraan Victor Kampenaerts mee. En zo rijdt hij zichzelf op dit ogenblik. 200 meter van de sprint. Van het bord. Dat is voor straks wellicht. Voilà. Rijdt hij zich in een soort van eerste status bij Lotto Soudal. Voor deze het klassement. Zet toch mee, de twee sterke mannen binnen die formatie, zoals we gisteren ook al hadden gezien. En eigenlijk ook in de Hammerseries al hadden gezien vorige week. Hier wordt vol doorgegaan. De man van Sibel, dat Jeannie Marchand zijn.
vorig jaar ook goed in deze ronde. Kom op, ronddraaien, zegt Evenepoel. Meneer Bert de Bakker aan de leiding van Vital Concept. Ja, toch in dienst van Kokaar, in wie ze geloven. Ondanks een niet-uitslag gisteren. Nicky Terpstra rechts in beeld. En deze man heeft zin om te koersen, hoor. Voor eigen publiek laten zien wat hij in zijn mars heeft. Dat is vervelend dat er een aantal gaatjes vallen. Hij is gefrustreerd. Ja, Loïc Vliegen is mee. Voilà, we hadden het daar straks over hem. De man uit Herve, trainingsmaat geweest. Af en toe nog van Philippe Gilbert wanneer die in het land is. Een seconde of 25. Pieter Serry zien we daar. Sabatini ook. Mannen van de Koning die een klein beetje meekomen storen vooraan. Die van Wallonie-Bruxelles hebben de opdracht gekregen om te rijden. Straks ongetwijfeld de volledige samenstelling van de kopgroep. Wellicht wanneer de infomotor van de wielerbond ertussen kan. En alle namen kan doorgeven. Het was te verwachten dat dit de fase was waar iets ging in gebeuren. Ik had het verwacht op de Berendries, maar het is na die twee inspanningen van zowel de Valkenberg als de Berendries er net na gebeurd. En het zijn toch belangrijke renners die hier het hazenpad hebben gekozen. Samenwerking is niet optimaal. Hè? Je ziet het gewoon, het frustreert Evenepoel en die zegt, jongens, als jullie niet meer rijden en ieder gaat nu al zitten linkerballen, dan doe ik het zelf wel. Die typeert hem helemaal. Hè? Koersen. Zoals hij bij de junioren koerste, doet hij dat eigenlijk nu nog altijd. En als ze niet gaan opletten, dadelijk, en ze laten dat gaatje 13 meter worden, dan rijdt hij zijn tijdritje, hoor. Jakobsen, Evenepoel, Bizigitov is mee van Astana, Christophe Laporte, De Bont en Otto Vergaarde wordt gemeld. Pieter Wening, Loïc Vliegen uit de ploeg van Hilaire van der Schuren. Lennart Teugels is de man van Sibel en Nathan van Hooijdonk. En hier Kevin Reza, die de achtervolging moet leiden voor heel dat peloton. Het mooie aan Evenepoel is dat hij gewoon niet nadenkt. Koerst, we zien wel waar het schip strandt. Morgen tijdrit, maakt me niet uit. Ik wil koersen, ik wil aanvallen. En dan kijk. Hij vloekt. Zou hij nu doorkrijgen via de auto? Jongen, het is nog even te vroeg. Het grote verschil met een andere renner van die leeftijd is dat hij veel meer charisma heeft. Het frustreert hem, hè? Het frustreert hem. Rijden, zegt hem. Even rustig. Als een echte kopman. En Van Hooijdonk die zegt, rustig, jongen. Kalm blijven. We moeten samenwerken. Alleen is dit absoluut niet haalbaar. De weg is nog lang. Temperament. Ja, een beetje opgefokt. Kalmte kan je redden, moet je bewaren, ten alle tijden. Misschien dat de ploegleiding Klaas Lodewijk hem zo net heeft ingefluisterd. Rustig, rustig. Je ziet dat je goed bezig bent, niet te overhaast. Je ziet duidelijk een overschot. Want dit roepen natuurlijk, ik begrijp het wel, je bent jong, wel koersen, kom aan. Maar het roepen op de rest in de kopgroep. Ja, en Pieter Wening, 38, zal ook zeggen van... Vindt het wel mooi. Nou, het zal zeker de samenhorigheid binnen die kopgroep niet bevorderen, ja. Dat is duidelijk. Mm-hmm. En hij zou ze eigenlijk toch wel zo lang mogelijk moeten proberen te gebruiken, te benutten, die snelheid ook te ontwikkelen, om dan in de finale een jump te kunnen plaatsen. Ja. Maar ik vind het wel mooi. Absoluut. Ja, het onderstreept zijn temperament. Voilà, in de straten van Zottegem. Waar het is beginnen regenen, dames en heren, gaan we dadelijk passeren voor een eerste keer aan de aankomststreep. Voilà, aan het zicht van de vaste camera, Evenepoel aan de leiding, Otto Vergaarde. En nu doet Pieter Wening ook teken. Kom aan, rondrijden. Nu wil ik toch wel eens even in de gaten houden. Victor Kampenaerts, is die al aan de leiding geweest? Heeft hij al een kopbeurtje gedaan? Want die speelt het sluw op dit ogenblik. Hoe je het ook draait of keert, ze hebben allemaal bang van Remco Evenepoel. Heel veel ploegen die nu al gecommuniceerd hebben, we gaan niet meerijden. Dit mag niet gebeuren. Ja, verschillen zijn miniem, hè. Terwijl Sterpstra vrij vooraan in het peloton, allemaal wiel en wiel, dalende lijn naar die aankomststreep. Hier pas Laurens de Vreeze. Voorlopig geen topmoment voor hem in zijn streek. Langs de spoorlijnen van de stad Zottegem.
op 37 kilometer van de streep. Nu krijgen we dus twee plaatselijke ronden met telkens een passage over de stenen van de Lippenhovenstraat, 1300 meter, en de Pallestraat, een kleine 2 kilometer. Kort na elkaar, gevolgd. Hier opletten voor de witte lijnen van het zebrapad. Behoedzaam, dat merk je meteen. Seconde of 12:13 is de laatste melding, de voorsprong. Benieuwd wat Kampenaerts nu gaat doen. Gaat hij de kaart trekken van, ja, Tim Wellens komt, ik ga niet meedoen. En gaat Tim Wellens daarachter dan zitten, zeggen, ja, ik heb Kampenaerts vooraan, wij hoeven niet te fietsen. Blijven bezig. Ja. Of pakt hij toch zijn verantwoordelijkheid? En eigenlijk zie ik dat ook wel positief in. Hij heeft morgen die tijdrit. Als hij nu in deze kopgroep naar de finish kan toerijden, er zijn mogelijkheden. Seconde. De beste jongens toch vooraan bij Quickstep. Evenepoel en Jacobsen. De regen neemt fel toe. Kampenaerts, Jacobsen. We gaan de kopgroep nog eens overlopen, dames en heren. Evenepoel, Bizigitov, Zandos Bizigitov. Zou zomaar de naam van uw hond kunnen zijn. Dries de Bond, Otto Vergaarde, Pieter Wening, Loïc Vliegen en Lennart Teugels. Teugels die gisteren een boete kreeg voor plassen binnen de bebouwde kom. Kost je dan tegenwoordig 200 Zwitserse frank. Hier komt nog een groepje voorbij aan de streep. Met een aantal gelosten. Stond net te laat recht om te zien of daar leider Jan Willem van Schip bij zat. We gaan ervan uit dat hij niet meer figureert in het peloton. Karel, kan je dat bevestigen? Geen van Schip in het grote pak? Nooit teruggekeerd? Nee. Karel wordt op dit ogenblik ook even beboet voor plassen. 36 kilometer, 14 seconden maar. Ja, we gaan nu heel snel, wordt het niet, hè? We gaan nu heel snel naar de Lippenhovenstraat. Met die regen geeft dat toch een extra pigment. Paddenstraat die onmiddellijk aansluit. Een goede dikke drie kilometer kasseien. En koers op alle fronten nu. Otto Vergaarde aan de leiding. Die is goed bezig, hoor. Otto Vergaarde binnen dat team van de Roodhoofds. Absoluut. Ook zij met z'n tweeën mee. We gaan naar de checkpoint. Super 8 checkpoint. De leider in het klassement, Thomas Sprengers, niet vooraan vertegenwoordigd. Het eerste checkpoint werd gewonnen boven op de Denderoordstraat. Die kassei-helling door Quinten Hermans. Ja, hier de kasseien op. Lippenhovenstraat, 1300 meter. Liggen er glad bij. De Bond raakt even een takkie. Twee mannen van het Corendon Circus aan de leiding. En hier het peloton. Dat is inderdaad maar een seconde of 12:13. En nog eens een keertje Tom van Asbroek op de grote plateau. Die probeert de oversteek te wagen. Je ziet het achterwiel heen en weer denderen en springen. En in vierde positie Bert de Bakker. Dat doet hij graag natuurlijk, de Bakker. Leeft ieder jaar weer toe naar Parijs-Roubaix. Geen hellingen, maar gewoon vlak vliegen over die kassei. Dat ligt hem wel. Altijd goede uitslagen gereden. Pieter Wening centraal. Christophe Laporte ook. Ziek de laatste dag van de Ronde van Luxemburg. Maar dat is duidelijk al verteerd. Dan zien we vanuit dit heli-shot dat de samensmelting niet ver af is. Er zijn er een paar die de sprong wagen vanuit het peloton. Dat is Bert de Bakker. En ook nog iemand van... Voilà, hier komt nog een groepje voorbij met de leider Jan Willem van Schip. En dat is toch op een minuut of 3-4. Dus ja, daar mogen we definitief een streep doortrekken. Hij heeft zijn gloriemoment gisteren gehad. Chapeau. Eén dag aan de leiding. Maar vandaag moet hij die trui afstaan. Elias van Breusegem van Tarteletto. Eraf op de stenen van Lippenhoven. Dit is echt koersweer, hè. Stenen, regen, klein beetje wind. Slechte omstandigheden nu. Voilà, Bert de Bakker. Onderaan in uw beeld. Bijna in het midden komt aansluiten. Met nog een Astana-man erbij. Heel voorzichtig. Kijk eens. Behoedzaam door de bochten. Enorm. Even een poel achteraan, post gevat. En hier pech voor Laporte. Ja. Lekke band achteraan. Nee, het is Laporte niet.
Het is Kenneth van Bilze. Van Bilze. Ja, ja. Anders was Terwening. We hebben daar nog sneller een beeld van gekregen. Dit is vervelend voor Kenneth van Bilze. Die duurt wel heel lang. Duurt lang en de ketting staat nog niet goed. Volgende kasseistrook. De Paddenstraat. Bijna 2 kilometer. Met Jacobsen die het gootje opzoekt. 38 jaar, Pieter Wening. Heel lang geleden. In Ilo Tempore een rit gewonnen. Gevaarlijk moment als je met deze gladde omstandigheden uit het gootje moet springen. Laporte aan de rechterkant, links in uw beeld. Twee Corendon-mannen centraal en dan komt Kampenaerts uit dat gootje, gewipt. Wening met de grote versnelling, hem typerend. Wat een carrière al achter de rug. Rabobank, bijna 10 jaar Rabobank. En dan kwam er een Australisch hier, een bal gemeld. Er liggen er een paar tegen de grond. De man van Wallonie. Het gevaar zit in het gootje, denk ik. Karel. Ja, het is inderdaad gevaarlijk rijden. We willen net ook even oproepen. Het is Oscar Riesebeek inderdaad van Roompot. En dan heb je hier in die bocht inderdaad zo'n gladde kassei. En daarnet ook wil ik even meegeven. Die Lippenhovenstraat die loopt een heel klein beetje af. Dus je zou daar kunnen snelheid maken. Maar dat doen de meesten niet. Het is zo gevaarlijk. Het is zo glad. Je ziet gewoon de kasseien blinken in de regen. En dat is gevaarlijk. Bovendien ook in deze periode van het jaar. Heel veel groen. Heel veel mos ook nog tussen die kasseien. Ja. Het ziet er gewoon gevaarlijk uit. Echt waar. Het is inderdaad een bijna een groen biljartlaken, Sven, dat erop ligt. Ja, dit is bruine zeep, zoals we dat ook wel eens noemen. Spekglad. Eens je een klein beetje een bocht moet nemen en de pk's te vroeg loslaat of iets te fel in de remmen gaat, ja, dan ben je gewoon vertrokken. We geven snel even de uitslag mee van het tweede checkpoint, dames en heren. Otto Vergaarde pakte daar 10 punten. Dries de Bont, zijn ploegmaat 8. Dan Evenepoel, Wening, Victor Kampenaerts en Pieter Wening. Vorige week nog ritwinnaar in Luxemburg. Daar bleef hij net een sprint het peloton voor. Won voor Eduard Grosu, de Roemeense kampioen. Die afgelopen maandag ook nog won in de Ronde van Limburg in Tongeren. En voor Pasqualon en Baptiste Plankaert was daar nog vierde in die etappe tussen Steinfort en Hospoor. Er stond een leuk berichtje bij de overwinning van Pieter Wening, waar hij toch echt wel een aantal renners voorbleef op de finish en een souplesse bovenhaalde die we de laatste jaren van Pieter Wening bijna nooit meer hebben gezien. Ja. Was wel grappig, maar inderdaad, het was alles geven om uiteindelijk dan met een mooie overwinning aan de haal te gaan. De man van de reuzeversnelling, vooral ook bergop. Dat is ongelooflijk, hè? Ja, maar kijk eens hoe strak hij in het pak nog altijd staat. Op een topprof, dat vertelde Nick Nuyens ons ook voor deze ronde. Moet je niets tegen zeggen. Een voorbeeld voor heel veel jongens in het team. 38. Beseft ook hoe mooi dit leven is. En heel vaak trouw gebleven aan de ploegen voor wie hij reed. Rabobank, ettelijke jaren zoals gezegd. En dan 4 jaar richting Australië met Orica Greenwich. En nu bezig aan zijn 4e jaar bij Roompot. Loïc Vliegen nu aan de leiding. Toon Aerts in 3e positie. Volledige hergroepering. Hier en daar een scheurtje. Maar we moeten straks nogmaals over deze kasseien. Iedereen weet waar hij aan toe is. Het gaat toch krachten kosten. Ja, Karel. Ja, we zijn er nu inderdaad overgereden en gelukkig een beetje trager dan nodig, want uit die achtergrond en na die valpartij opgehouden. Maar je voelt zelfs toen wij stilstonden, voeten op de grond, dan gingen onze voeten zelfs een beetje schuiven op deze kasseitjes. Dus waar we zelfs langs de kant van de weg stonden. Dus het is inderdaad, zoals Sven ook zei, bruine zeep. Je schuift gewoon weg als je niet voorzichtig bent. Dus ik denk als er straks doorgereden gaat worden hier op deze kasseistrook, om zo snel mogelijk weer in Zottegem te zijn. Niet te veel risico's nemen, jongens, want je bent zo weg en je zou zomaar kunnen wegleiden zoals onze ongelukkige vriend Chris Froome gisteren heeft meegemaakt. Op een andere manier dan wel, maar ik...
gekeken. Wie gaat hier zijn verantwoordelijkheid nemen? De groep is eigenlijk te groot om echt perfect rond te draaien. Mannen van Lotto die daar zeker nog met 4-5 man zitten. Ja. Toon Aerts in derde positie. Brent van Moer is ook nog mee. Victor Kampenaerts, Tim Welles uiteraard. Philipsen zien we daar, Loïc Vliegen. De man met de rode trui is, jawel, Tim Merlier. Zeker. Laporte is mee vooraan en hier Bakkaert die probeert de oversteek te wagen. En dan gaat een ploegmaat van hem ook nog achtervolgen. Vreemd beeld. We hadden het beter beide gedaan in plaats van ieder individueel. Dit kost natuurlijk heel veel krachten. Hier wordt nu toch wel wat beter rondgedraaid. Voilà is aan de leiding, heeft intussen de bril afgezet. Kronkelende wegen. Brent van Moer in tweede positie. En dat is goed hè, voor een neoprof. Een man die eigenlijk een maand eerder dan gepland prof geworden is. Vice wereldkampioen tijdrijden vorig jaar. Dat hij meteen hier dat goede werk mee kan verrichten. En mee zit tussen de mensen. Ja, klopt. Prima. 27 kilometer. Twintigtal seconden. Karel, waar zit je? Wel, we zijn doorgereden. Dat groepje voorbijgereden waar net nu Frederik Bakkaert is inderdaad aan het proberen weg te rijden is. Hier vooraan, zoals hij zei, met Brent van Moer. En moet ik zeggen dat mannen zoals een Frederik Virzon, toch al een aantal langere jaren dan van Moer, die pas prof geworden is, dat die hier achter in het achtergroep, in het achtervolgende groepje zit bij deze kopgroep. Dus inderdaad goed gedaan van Brent van Moer. En ik kijk even achterom, maar helemaal hier komen aansluiten voor Frederik Bakkaert. Dat zit er nog niet in op dit moment. En de achtervolgende man, zijn ploegmaat, was Timothy Dupont, kregen we net een beeld van. Ja, hij zit nu Bakkaert op een stuk vervelend vals plat. Hè. Kijk eens, het is zelfs meer dan dat. Hier links in beeld wordt Dupont opnieuw ingerekend met Kobe Goossens van de nationale ploeg. Wie we vooraan ook zagen was David van der Poel zit daar. Ja, Andreas Schoeman, vier man van Telenet VDL Lions. In de kopgroep vier man van Lotto Soudal. Mannen die het heft in handen nemen. En vooral ook mee, net even gezien van achter in die kopgroep, Nicky Terpstra. Ja, en hier is zijn ploegmaat, Adrien Petit, met de hipsterbaard. En die zegt, weet je wat, het hoeft niet meer. Komt Bakkaert er nu bij of niet, Karel? Ja, toch nog altijd 100 meter hoor. En een beetje bochtenwerk. En ook, ja, het is niet vlak hè, deze plaatselijke ronde. Er zitten nog wat stukjes oplopende stroken in. 100 meter nog. Hij komt nu helemaal alleen uit de hoek daar gekropen. En heeft natuurlijk met die auto's, wij die hier ook rijden, camera erbij, een mikpunt natuurlijk. Hij kan daar een beetje naartoe rijden. En zou dat wel kunnen gebruiken om dat kloofje te dichten. Ja, dat gaat lukken. Ja, nog een goede 50 meter. Ja. Voilà, dus jullie kunnen dat nu allemaal zien. Dus dat gaat wel lukken bij het ingaan van de laatste ronde dan. Moet Bakkaert hier vooraan erbij kunnen komen. Voilà, dat gaat hier nu gebeuren. Auto's moeten eigenlijk nu aan de kant dat hij de bocht aan de binnenkant kan pakken. Voilà. Mooie sprong. Fiets zichzelf opnieuw in de koers. Heeft ook wel gelukt dat het vooraan een klein beetje stilvalt. Hè? Het goede moment gekozen. Was niet evident, want kijk, dit is inderdaad keren, draaien, op en af. Een mooi beeld. En hier links onderaan komt hij aansluiten. Dit is toch wel een hele leuke finale waar we straks echt kunnen van smullen met die kasseien die nog eens op ons afkomen. Een mooie groep waar grote namen in zitten. Het duel tussen de Koning Quickstep en Lotto Soudal. En ik heb toch de indruk nu dat de mannen van Lotto Soudal beter gewapend zijn om controle te hebben over de wedstrijd. Meer hun parcours dan gisteren ook, moet je zeggen. Dat wel, maar ik zie altijd de kopmannen van de Koning Quickstep. Maar ik zie nooit niet echt die helpers, nee. Nee, dat zijn de mannen die de Ronde van Italië gereden hebben. Met Martinelli, met Sabatini, Capecchi, ja. Serri zit hier wel in deze groep. Serri is mee. Ja. En dan ben je al snel bij Jacobsen en Evenepoel zelf natuurlijk. En Iljo Keijsen is bezig aan zijn comeback. Daar mag je ook niet meer van verwachten dan wat hij gisteren gedaan heeft. Hele dag egaal tempo rijden. Wat voor dier is dit, Sven? Jij bent thuis in de dierenwereld. Geen idee. Geen idee. Karel dan maar. Het doet me denken aan een masker uit de
inspectieserie de ronde, Karel? Het was inderdaad zo'n masker, dacht ik ook toen ik er voorbij aan het rijden was. Inderdaad. Ja. Maar even omdat je die namen daarnet noemde van Quickstep, ben die allemaal voorbij gereden. Eros Capecchi, jarig vandaag. Ja, dat is een verjaardag een heel klein beetje in mineur, want die moest daar ook duidelijk zijn mede herkennen in de groep die hier nu aan het wegrijden is. Ik heb ze daarnet in een bocht kunnen tellen. Als ik me niet vergist heb, zijn er 35. Kijk, dit is nu waarvan een ploegmanager, denk ik, tevreden wordt. Een jonge gast, Brent van Moer, 21. Je had gepland om die een profcontract te geven vanaf juli. Is per direct prof mogen worden in juni om hier in de Ronde van België aan de slag te gaan. Tweejarig contract. En dan zit hij in de eerste echte koers, zeg maar. Vlaamse Ardennenkoers, zit hij onder de mensen. Dat is goed. Er zijn er veel die dat zouden willen. Vice wereldkampioen na Mikkel Bjerg. Bij de Koning Quickstep hebben ze ook 4 man mee. Jacobsen, Evenepoel, Seri en de vierde naam ontsnapt mij nu even. Jacobsen, ja. Martinelli misschien. Dit is Pieter Seri aan de leiding. Wallace, Brent van Moer. Benieuwd wat Van Moer als tijdrijder morgen tussen de grote jongens kan regelen, kan doen. Want bij de jeugd ging hij heel vaak in het begin van een tijdrit veel te snel van start en viel dan een klein beetje terug in dat tweede deel, dat beseft hij ook. Dus misschien morgen al een test. Evenepoel in zijn wiel, dat zijn de generatiegenoten. Nou ja, Evenepoel nog maar 19. En ook die van Corendon Circus, die hebben goesting om te koersen. Zijn goed alert mee vandaag. De voorsprong is toch nu al 37 seconden. Hier zit echt wel muziek in. Op droge wegen nu weer. Richting de volgende passage aan de finish. Ja, Karel. Wel, dit is de strook van de gouden kilometer. Dus niet in deze ronde, maar dus wel in de volgende ronde is dit de strook van de gouden kilometer. Dus dat is iets wat ze nu al voor de tweede keer zien. Tweede keer hier voorbij gekomen. Inderdaad, regen weg. Wel nog een beetje grijze wolken, maar hier is het inderdaad droog. Dus het is eigenlijk heel jammer dat we een bui gekregen hebben net toen ze aan die kasseistroken moesten beginnen. En dat die er daardoor zo glad en nat bij lagen. Hier is de gouden kilometer voor de volgende ronde. Walter Plankaert heeft zijn mannen op kop gezet. Is dat dan de ploeg die zich laten verrassen heeft? Ja, ja, en de grote man van Corendon, dat is de Jonas Ricard. Die doet teken op zouten. Het gaat toch moeilijk worden om die kloof nog terug te dichten. Tempo gaat alleen maar meer en meer de hoogte ingaan als we straks richting de volgende kasseistroken afstevenen. Met Christophe Noppe onder meer, met dat viertal van Hanze Klerk en Plankaert op kop van het tweede peloton. Ik denk wel dat Thomas Sprengers mee vooraan zit, denk ik. Want ik zag hem daar niet achter dat treintje. De enige verklaring voor het feit dat die mannen van Plankaert aan het rijden zijn, zou kunnen zijn om Thomas Sprengers, leider in het strijdlustklassement, terug te brengen. Maar die zag ik niet meteen zitten. Ik had de indruk dat hij hier vooraan zat. Ja, mannen van Koffie dus ook met 3-4 man in deze groep. Karel, kan jij dat misschien zeggen of Thomas Sprengers, de leider in het strijdlustklassement, mee vooraan zit in de eerste groep? Ik ben er nog niet naast geraakt. Ik wil dat daarnet even proberen. Maar even meegeven ook dat bijvoorbeeld die renner van Sibel Sibon, dat is toch Lennart Teugels. Die jongen mag toch ook eens vernoemd worden. Hebben we al gedaan. Als gisteren, gisteren ook in de ontsnapping, hè? Glenn De Bruyne. Het zijn toch jongens die zich tonen in deze Ronde van België. Ja. Mag toch even vermeld worden. Hè? Absoluut. En dat weten zij ook natuurlijk. Hè? Dat zij dat hier in deze ronde mogen en moeten en kunnen doen. En doen dat dan ook. En dat ziet een organisatie dan weer graag. En dan krijg je opnieuw die uitnodiging. Tim Welles, centraal in beeld. Rijdt makkelijk. Moet eventjes ook mee opzij schuiven door dat bewegingje van Bakkaert. En hier weer het beeld in de achtervolgende groep. David van der Poel zien we daar in het wiel van Jonas Ricard zitten. Vraag mij ook af. Voilà, je zet Sprengers in derde positie uiteraard. Ja, ja. In de leiderstrui, vandaar de verklaring uiteraard om hem terug te brengen. En naar de volledige ploeg nu, ja, op kop. Absoluut. Zich laten verrassen, dan moet je rijden. Punt. Dat laat geen enkele andere ploegleider over zijn kam gaan.
met Capiot, enfin, het hele team in functie van Thomas Sprengers. Ik vraag me ook af hoeveel renners er van Trek Segafredo mee zijn. Toch ook een World Tour team die eigenlijk niet mogen ontbreken in die kopgroep. Maar ik zie er niet heel veel rondfietsen. Hier zien we ze nogmaals, eentje zie ik zitten. Dadelijk de passage aan de finish en dan ja, is het vooral uitkijken naar die dubbele passage. Lippenhovenstraat en Paddenstraat in deze groep. Wie, wanneer, met hoeveel? Terwijl het de ploegmaat zijn van de kopmannen die wat de tempo blijven maken om dit verschil toch op minstens een halve minuut te laten houden. Eigenlijk kan je zeggen, de grote namen uit deze Baloise Belgium Tour tegen de ploeg Plankaart. Op dit ogenblik. Twee neutrale auto's zitten er nog tussen. Ja, zij moeten nu vol aan de bak om die trui te verdedigen. Proberen veilig te stellen. Ja, het is toch de verantwoordelijkheid die zij nu opnemen. Zich terug in de koers fietsen. Karel. Ja, Fabio Jacobsen die mist hier een drinkbus. Twee mensen van de ploeg die daar stonden en hij mist een drinkbus en hij maakte ja, een beetje misbaar. Hij heeft ook geen drinkbus meer op dit moment op zijn fiets. Dus ik weet niet of dat een groot probleem wordt. In ieder geval, Jacobsen heeft een tankbeurt gemist. Dat gaan we ongetwijfeld in beeld krijgen. Nu dus, voilà. Huppakee, opletten. En ook Tenier staat daar nog bij, de PR-man. En dan krijgt hij een drinkbus van een andere ploeg. En dan vloekt hij. Mooi om dat te zien in beeld. Niet mooi voor hem natuurlijk, niet leuk. Want dat is vloeken. Ja, er zit ook geen volgauto achter natuurlijk. Dat is even bij de ploegmaat gaan zien of zij nog een extra bidon op overschot hebben. Het is natuurlijk geen 30 graden. Dus in dat opzicht zullen die laatste 19 kilometer wel te overbruggen zijn. Even een twijfelmomentje. Zit Niki Terpstra mee vooraan? Ja, zeker weten. Ja, dat dacht ik ook. Zich nog niet zo heel vaak vooraan in de kopgroep laten zien. Probeert zich een klein beetje rustig te houden. Altijd bij die laatste 5-6 renners in die kopgroep. Brent van Moer, Jelle Wallace, mannen van Lotto met ook Welles erbij met Kampenaerts. We hebben vier man van de ploeg Lefebvre. Met Jacobsen, met Evenepoel, met Martinelli en Pieter Serie. De bel voor de laatste ronde gaat luiden. Eén man van Astana, Zandos Bizigitov. Twee, drie jongens van Cofidis, Laporte, Cyril Lemoine. Uiteraard sterke man, Costeau uit de Ronde van Frankrijk. En Pierre-Luc Perrichon, de ontsnappingsduivel uit de Tour. Dries de Bont, Tim Ellier en Otto Vergaarde namens Corendon Circus. Jesper Asselman en Pieter Wening voor Roompot. En hier dan de achtervolging onder leiding van de ploeg Plankaart op een 25-tal seconden. Connor Swift is erbij. Britse kampioen. We hebben Niki Terpstra vooraan. Van Vital Concept, Bert de Bakker, onze landgenoot. En Brian Coquart. Lionel Tamignot is de enige vertegenwoordiger van Wallonie-Bruxelles. En dan drie man van Wanty Gobert. Aimé de Gendt, die wou zich hier tonen. Frederik Bakkaert heeft net als laatste man het gat nog kunnen dichtrijden. Mooi. En Loïc Vliegen. Dat zijn de leiders vooraan. Niemand van de nationale selectie. Jawel, die zien we vooraan zitten. We zien daar toch Jasper Philipsen ook nog zitten. En ook nog mannen van Toon Aerts en Telenet zitten er ook nog vooraan. Andreas Goeman, Corné van Kessel, Toon Aerts. En nog eentje, Jim Arnouts. En Jim, ja. 18 kilometer nog. En ze doen er hier alles aan achteraan om die kloof te dichten. En hier is er eentje van ondergemuist. Dat is Pieter Wening opnieuw. Hij pakt een meter of 10 en dan gaan we naar Karel. Weg voor Van Ooijdonk. Nadat Van Ooijdonk effect. En net op het moment dat hij stopt, rijdt rechts van hem de neutrale auto hem voorbij. Hij is kwaad, hij roept, hij schreeuwt. Hij pech voor Nathan van Ooijdonk hier weggevallen uit de kopgroep op dit moment. Ja, dat is vervelend. Of van deze vals oplopende betonstroken. Voilà, hier gebeurt dat. Kom op, geef een wiel. Waarom krijgt hij nu geen wiel? Wat gebeurt hier? Dat is een vreemd beeld. Waarom krijgt hij nu geen wiel? Dat hebben we nog nooit gezien.
Ja, de neutrale auto. Wat doe je hier dan? Waarom krijg je hier geen wiel? Kijk, Dominic! Alsjeblieft, jongen! Dit is een vreemd beeld. Dit heb ik nog nooit gezien. De neutrale assistentieauto die... Hij heeft veel zin om met... ...weigert om een wiel te geven. Waarom is dat? Hij heeft schijfremmen, wielen... Ja, of past het niet misschien? Dat kan ook natuurlijk. Ja, dat er een reden is. Dan heeft die mechanicien veel sneller gezien dan wij. En jij kent toch ook iets van materiaal voor een wiel? Ik denk dat we even moeten afwachten wat de echte reden ja? is. Vreemd beeld. Hier zien we... Daar staat hij. Hij vraagt... Hij gooit zijn wiel tegen de auto misschien. Zou dat kunnen... Ja, dan komt hij aanlopen. Geef mij een ander wiel, zegt hij. Wiel en die krijgt dat niet. Wat is het? Waar is het? Misschien omdat hij dat wiel gegooid heeft tegen de auto? Er is iets gebeurd, maar ik denk dat we even moeten wachten om te kijken wat de juiste analyse is. Wat een vreemd beeld. Ja, het is wel een vreemd beeld, inderdaad. Het is geen schijfremwiel dat hij nodig heeft. Ik ga ervan uit dat de metalen wagen altijd ja? gewone wielen mee heeft. Het is een vreemd moment. Dat heb ik nooit gezien in mijn leven tot nu toe. Maar dat moet ergens een reden zijn. Waarvoor die man van de neutrale auto meteen beslist heeft, nee, je krijgt geen wiel. Ja. Is dat omdat Van Hooydonk dat wiel een beetje te op zijn Bradley Wiggins oneerbiedig weggegooid heeft? Dat zou... In the heat of the moment, dat hij zegt met het vingertje omhoog, ja, zo zijn wij. Hebben we elkaar niet opgevoed, beste vriend? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar een andere reden? Gaan polsen straks. Ja. Dit wordt een rubriekje opvallend op sportza.be. Karel, heb je meer info? Ja, niet daar meer over, maar hier de Lippenhovenstraat. En nu gaat het er omgaan. Dat wordt bijna op een lint getrokken. Hier, die kopgroep achteraan zit die Teugels. En dan zit daarvoor Koeman. Daarvoor Nicky Terpstra. En dan daarvoor Jacobsen. Dus dat zijn de mannen hier achteraan. Wij gaan even aan de kant, omdat we hier een paar mensen moeten doorlaten. Maar er wordt hier nu doorgetrokken. Oplopende strook hier. Eerste gedeelte van de Lippenhovenstraat. Tim Welles op rechts. Jelle Walla is in het midden. Jasper Philipsen met de kleine Kokkar in zijn wiel. Ton Aert schuift ook mee naar voren. In de linkskant van de baan of rechts, ja. In de rijrichting van de renners, is het Timmerlier die een totaal ander traject zoekt. Ja. Ja. Een klein beetje naar achter schuift. Hier nemen we afscheid van Bizihitov. Dat zegt toch wel veel over het tempo momenteel vooraan in de groep. Ja, Wallace op hoogte geweest met de keukenleider, met de Tiche Benoot. Is goed bezig. Ja, Karel. Nog een goede 10 seconden. En daar komt die achtervolgende groep al. Met de mannen van Cofidis en die van Tops voor Vlaanderen. Daarom moesten wij... ...aan de kant gaan staan. Niemand mag er meer tussen. Dus vrije ruimte nu hier op de Lippenhovenstraat voor de achtervolgende groep. Dus ze gaan vooraan moeten toch eventjes een tandje bijzetten. Wil het niet tot een hergroepering komen. Ja. Roof die kleiner geworden is. Heel behoedzaam nu uit deze Lippenhovenstraat komen. Met Wallace in functie van Welles en die kleine Dekselse Jelle. Het is natuurlijk nog altijd bij het afdraaien een goede 13 kilometer tot aan de finish. Maar deze strook leent zich nog iets meer voor een aanval. Je kan iets meer snelheid ontwikkelen als je het gootje kan hier, zoals we zien, opzoeken. Als kopman is het makkelijk. Heb je veel meer visibiliteit, maar pal in het wielrijden, zoals we nu met Tim Welles zien, niet evident. In het wiel van de Ier Mullen, denk ik, de tijdrijder. Opletten, Welles. Dan komen we dadelijk op die mosgroene strook. Ton Aerts natuurlijk met zijn veldrit skills. Gaat nu uit het gootje naar links. Welles wipt eruit. De tijdrijder Ryan Mullen die we morgen verwachten. De twee snelle mannen vooraan in deze groep. Uiteraard Jacobsen en Timmerlier. Mannen die gisteren net naast de overwinning hebben gegrepen. Welles kiest weer dat gootje. Komt ook mee vooraan rijden.
en toont op die manier aan de rest statusgewijs, jongens, ik ben er. Ik ben er. Ik ben aanwezig in deze ronde. Ik zit mee vooraan. De Ardennen, dat wordt mijn terrein. Je ziet duidelijk ook wel. Houdt hij weer in. I, dat was dan Loïc Vliegen. Die prominent meedoet in deze etappe. Dat is goed. Ook voor zijn vertrouwen. Kijk, dan valt het weer stil en dan wordt er aan de rechterkant gegaan. Zo'n momentje dus. Evenepoel. Is Evenepoel met Kampenaerts. En Philipsen die laat dat niet over zijn kam gaan. Die zegt, ik ga mee. Welles die ook reageert. Dit zijn de grote namen. Hè. Serie die ook mee zit in het wiel van Tim Welles. Kijk, voilà. Vijf man. Terpstra heeft achteraan een nieuw wiel gekregen. Welles die wacht. Moet nu in de achtervolging gaan. Kampenaerts en Evenepoel. Vervelend momentje. Het valt stil. Het valt stil. Philipsen die voelt Tim Welles in dat wiel. En Welles die doet afstoppingswerk in dienst van Victor Kampenaerts. En dan moet Philipsen snel hulp gaan krijgen. Maar dan zit er nog een man van de Koning Quickstep in dat wiel van Welles. En dan kan het wel eens gedaan zijn. En nu moet je gaan... Echt gaan nadenken, ga je met Evenepoel naar de finish rijden als Victor Kampenaerts zijnde met de Ardennenrit in het achterhoofd. Uiteraard, de tijdrit, dat is geen probleem voor Victor. Ja. Daar kan hij dan een paar seconden pakken eventueel op Evenepoel. Maar goed, nu wachten als je... Ja. Goed momentje, maar goed ik denk moment. Dat ze gaan doorgaan. Welles koos duidelijk om even de benen stil te houden. Vertrouwt zijn ploegmaat Victor Kampenaerts. Ik denk dat het hier vandaag niet alleen over de dagzegen gaat, maar ook in het vooruitzicht van het algemeen van zondag klassement. En zaterdag, absoluut. En het pakken van seconden. Morgen wellicht in het voordeel van Kampenaerts. Al weet je met Evenepoel maar nooit. Evenepoel die
teken doet met de elleboog, kom aan, overnemen. Hier valt het weer een klein beetje stil. Die van Wanty kunnen niet. Nu op links is het Laporte of Lemoine. Die gaat van Cofidis. Daar zit sneeuw op. Daar zit sneeuw op en dan pakt hij meteen de binnenkant van de weg. Zo weinig mogelijk meters spaken. Dat is goed gezien. Die mannen vooraan gaan niet meer stilvallen. Dat zijn twee tijdrijders. Wel eens een... Ah, dat is toch mooi hè, wat Evenepoel doet. Absoluut. 19. En dan de werelduurrecordhouder. Twee mooie namen in de finale van deze tweede etappe, dames en heren. 11 kilometer nog. Plat leggen meteen. En koersen. En niet afwachtend. En niet gaan twijfelen of gokken. Al moet je wel eens gokken en leep durven zijn. En durven verliezen om ook eens een koers te winnen. Maar goed, dat hoeft op deze leeftijd niet. Gewoon rijden. En als hij verliest, dan hebben ze hem gezien, Evenepoel. Heeft hij gekoerst. De kop tegen de muur. Geen probleem. Nog maar 19. Dat zijn vandaag. Voor het algemene klassement. Ja. Davide Martinelli zagen we ook nog achteraan in dat groepje. En Victor Kampenaerts rijdt zo met kop en kast dat hij zelfs de elleboogbeweging van Evenepoel niet ziet om over te nemen. Mag hij niet overreden? Heeft hij nu al overgenomen? Volgens mij niet, hè? Niet echt. Ik ben benieuwd. Ja, tijdrijder zijnde en werelduurrecordhouder. Dan is hij toch wel aan zijn stand verplicht nu om over te nemen. Of zou het van niet beter kunnen zijn? Hij is ook aan het afzien in dat wiel, hè? Hij is aan het afzien in dat wiel, heb ik de indruk. Het is niet alleen dat. Het is ook wel keuzes maken. Ja, klopt. Maar wat ga je doen? Ga je vertrouwen op Kampenaerts in de Ardennen? Want ik denk dat ze echt ambitie hebben om het eindklassement naar zich toe te trekken. En dan gokken ze misschien toch net iets meer op deze Tim Wellens, die nu in de tegenaanval is samen met Pieter Serie. Ja, maar Kampenaerts heeft op voorhand ook gezegd dat hij ook ambities heeft voor het klassement, Sven. Samen met Wellens. En als je in deze situatie zit, en je bent al wat ouder en je... Korthouder en tijdritwinnaar of bijna winnaar in grote ronde, dan ben je het hier toch wel aan je stand verplicht om door te gaan, vind ik. Dus dan moet jij niet zeggen, dan is het van die beter kunnen. Ik zou nu niet in deze ronde, dit is geen Tour de France, zou ik niet berekend gaan rijden. Je bent ook niet met de eerste de beste op pad toegegeven. Dit is Evenepoel, maar ook de man die het nog moet bewijzen bij de pro. Kijk gewoon naar de bocht hier. Hij moet er om in het wiel te komen. Hè? Hij rijdt hem bijna uit het wiel. Zo is het. Kijk, gewoon aan de houding van het hoofd van Kampenaerts durf ik afleiden dat hij hier puur aan het afzien is in dit wiel. Dit is wel grote klasse, hoor. Dit heeft niks te maken met tactiek. Dit heeft alles te maken met... wordt hier bijna uit het wiel gereden. 9 kilometer nog. Halleluja. 20 seconden voor ons kopduo. Een achtervolgende groep. Ja, hier zit Terpstra. Inderdaad, pech gehad. Teruggewaaid. Verdorie. En Adrien Petit. Wow, wat een kop. Wat een kop. Het is een schilderij. En dan dat neusklevertje er ook nog eens. Karel, waar zit je intussen? Ja, we zijn kunnen vooruitschuiven en ondertussen achter de achtervolgende groep op die twee vooraan. En dan meegeven dat we Andreas Schoeman zijn tegengekomen. Lekke band. Jammer genoeg voor hem eruit ook bij die kopgroep. 8 kilometer nog. Sven Nys, hoe, ja, hier valt het stil. Hoe loopt deze etappe af? Ja, als ik het nu zie, dan gaat Evenepoel deze rit winnen. Of Victor moet nog iets uit zijn benen schudden in de finale. Maar van Evenepoel wegrijden, daar is geen sprake van. Of een verkeerde indruk geven op dit ogenblik. Ja, maar... Hij kijkt ook gewoon niet om. Hij vraagt ook gewoon niet om over te nemen. Hij heeft twee keer het elleboogbewegingje gemaakt en dat was het. Dit is een momentje toch wel, vind ik. Net zoals vorige vrijdag in de Hammer Series. Wegrijden van Wellens en Van Avermaet. Maar kijk eens wat een kracht hier vanuit gaat van Evenepoel.
En ja, het gaat over deze talentvolle jongen en die moet nog alles bewijzen bij de profs, maar als je, kijk, dit is vreten vals plat. En die Kampenaars is gewoon aan het sterven in zijn wiel. Serie zit erbij. En Martinelli en Tim Welles die controleert. En dan krijgen we absoluut, maar dat wisten we al van in het midden van de dag, een nieuwe leider in deze Baloise Belgian Tour. En dan is het vooral ook kijken hoeveel seconden pakken deze twee. Wat gebeurt er morgen in de tijdrit? Want werelduurrecordhouder, ja, maar Evenepoel kan ook, als ik me niet vergis, een tijdritje rijden. Is er mee bezig? Ja. Zijn gaan vliegen. Oh, wat een beeld. Wat een beeld. Ja, absoluut. Ja, dit is mooi. Dit is sport. Dit is diepgaan. Dit is het lijden van een atleet, van atleten. Dit zijn krachtsverhoudingen die tussen twee sporters worden weergegeven in één beeld. En Evenepoel is ook helemaal niet bezig met het idee dat hij deze rit kan winnen of kan verliezen. Hij is maar met één ding bezig. Ik wil de Baloise Belgian Tour winnen. Ja, voor eigen volk. Maar eerst deze rit. En dit is niet zijn eerste move. Hij ging daar straks al in die groep van een man of 12 aan de boom schudden. En kijk, over bomen schudden gesproken in de achtergrond, hoe dat ze waaien, de takken. Een stil leven. Van een bewegende kop. Opletten, bochten blijven goed inschatten. Het was toch wel wat nervositeit. Die meneer stond daar goed gepositioneerd. Oh, en een val van de Kampenaars. Oh, dan glijdt hij uit op de rug. Oh, dat nog. Het is ook een kwestie van tegen de limiet. Ja, voilà. En net over de limiet om toch dat wiel te kunnen houden. Ah, we zeggen het woord bijna synchroon, Sven. Kijk, en dan voel je net, ik ga er niet komen. Scherpe bocht ook naar links. Onderuit. En oh, dat betonnen muurtje daar. Een vroeg muurtje. Nee, daar mag je niet aan denken. Gelukkig net niet, maar wat een val. Een schuif. Dan is hij helemaal alleen weg. Nu is hij helemaal niet meer te houden. Ah, kijk eens welk tempo, wat voor een tempo hij blijft ontwikkelen. Hup, schakelen, kleine versnellingje tot boven. Dit heeft hij niet cadeau gekregen. Hè. Dit is gewoon puur vanuit zijn eigen kracht de aanval opgezocht. Alles alleen gedaan. Oh, die is wel geschaapt. Ja. En dit gaat pijn doen, ook naar morgen toe. Absoluut, en morgen in die beugel liggen. Ja, een combinatie van beide factoren, Sven, op de limiet zitten. Niet meer al te lucide zijn in die bocht gaan. Net te breed aansnijden, te breed uitkomen. En nu moet je hier heel snel gaan schakelen als Lotto Soudal zijnde. Alles, alles, maar er ook alles aan doen om die Remco Evenepoel binnen de, ja, binnen de bepaalde seconden. Gaat niet evident zijn. Wie is daar nog in staat om iets van die voorsprong af te knabbelen? Tweevoudig wereldkampioen bij de jeugd. Grote versnelling. Aderen en spieren op die kuiten. Sokken hoog opgetrokken. Nummer 13 brengt hem vandaag geen ongeluk. Waren we bijna vergeten, Sven. Er komt een gouden kilometer aan. Gaat hij nog 9 seconden pakken. 9 seconden plus 39. Dit is boeken toe voor de Baloise Belgian Tour. Van het klassement. Ja, ik denk maar even vooruit, maar kijk eens naar die, wie gaat hem nog 40 plus 9, 50 seconden aan de broek lappen in de Ardennen. De enige die in staat was om het spannend te houden was Victor Kampenaerts. Ja, en Tim Welles.
En nu even dadelijk naar Karel, maar even dit momentje meepikken, want Kampenaerts wordt ingerekend na zijn val. En Welles kijkt zelfs niet, maar dat snappen we ook volledig, want Welles moet nu vol aan de bak om proberen de kloof te reduceren ten opzichte van deze man. Maar dat is allemaal veel makkelijker gezegd dan gedaan, want deze man rijdt weg en is bezig aan een huzarenstukje. We moeten altijd voorzichtig blijven wat betreft superlatieven, zeker in het geval van deze man. Maar 19 jaar en 138 dagen jong, wegrijden, de werelduurrecordhouder tot op de limiet dwingen en dringen. Ja, Karel Bertele. Ja, ik wil het net zeggen, Christophe, dat gebeurt hier voor onze ogen, dat Kampenaerts werd ingelopen. Dus als we erbij komen, proberen we nog even naar voren te rijden. Maar we zien hier vooral het gescheurde shirt van Victor Kampenaerts. Het rugnummer wappert op zijn rug. Heel, heel jammer. Nochtans, op de plaats waar we voorbij gekomen zijn, het ligt hier droog, hoor. Het is dus allicht onder druk en even die bocht verkeerd ingeschat voor Victor Kampenaerts. Het is natuurlijk wel... Ik vind dit jammer voor de finale, Sven. Begrijp je wel? Ja, dit verdient Kampenaerts ook niet natuurlijk. Als je met z'n tweeën die gouden kilometer kan ingaan, kan je nog zien wat er gebeurt. Maar kijk eens het tempo dat deze man als tijdrijder nu aan het ontwikkelen is. Ja, ik was me net aan het bedenken. Er zijn profs die al 15, 20 jaar lang in het peloton zitten en die nooit in deze omstandigheden hebben kunnen en mogen fietsen. Ja. Dit was close. Ja. Oelala. Hij pakte nog seconden af van Tim Welles. Frustratie bij Tim. Maar wel goed gezien van de koning Quickstep natuurlijk. Komen tussenrijden. Maar deze man op 19-jarige leeftijd. Alsjeblieft. Ja. Nog eens 3 seconden erbij. Dit gaat vooruit. Hij is hier de Baloise Belgium Tour aan het winnen. Absoluut. Klaar. Hier worden echt alles gegeven om toch die voorsprong nog kleiner te maken. Maar ik vrees ervoor. En Philipsen onder meer hier. Hè, die ook nog iets probeert te pakken. Ja, ze zaten daar wel op het ogenblik dat Evenepoel en... Kampenaerts wegreden, maar... Hij heeft het zelf afgekomen. Ja, absoluut. Ze konden niet mee. En als je zag hoe Kampenaerts alles uit de kast moet halen om dat wiel te houden, dan kwam die valpartij ook niet uit de lucht vallen. Dit is mooi. Dit is topsport. Dit is waarvan topcoureurs kunnen genieten. De rest pijn doen. De rest eraf rijden. Hij kent dat gevoel van bij de junioren en bij de belofte uiteraard. Laat het ons maar bij je horen houden. Ja, we worden er een beetje stil van. Absoluut, ja, ja. Karel, hoe hard rijdt hij op dit ogenblik? Wel, ik wilde eerst zeggen dat we meer dan 100 km per uur hebben gereden om van die achtervolgende groep hier tot bij Evenepoel te komen. We gaan nu even na deze bocht weer in de slipstream komen. En dan kan ik even kijken op die kilometerteller hoe hard dat hier gaat. Maar dit is de kopie van wat hij aan het doen was bij de Hemmer COIC. Dit is wegrijden en dan helemaal alleen doorgaan. We rijden nu tegen 50 km per uur op dit moment. Wat is mijn tijd? Zie ik hem roepen. Hij wil echt wel weten wat zijn voorsprong is. Hij is nog altijd nerveus. Hij is nog altijd heel lucide. 45 en alles samen. 45 en alles samen. Voilà, dat wordt hem nu toegeroepen door notaar en cameraman. 2,5 kilometer. Jongen, lang al kat en bakkie. Zijn eerste. Absoluut, hè, na de Hemmer Series. Maar dat was een ploegoverwinning. Zit hier Jelle Wallijs die opnieuw vol aan de bak moet. En Tim Welles die ook mee zijn verantwoordelijkheid neemt. Om toch proberen van die voorsprong nog kleiner te maken. Maar ik vrees dat dat niet echt gaat lukken. Hij wordt zelfs een klein beetje groter. En wie nog groter wordt, denk ik, de mensen van deze ronde natuurlijk. Want die kunnen zeggen dat de eerste officiële overwinning, individuele overwinning van deze man, ene Remco Evenepoel, hier heeft plaatsgevonden in hun Baloise Belgium Tour. Ingang van de laatste 1,5 kilometer, Karel. Bocht naar links en hij neemt die perfect in de zon. Het is alsof ze dat moment daarop gewacht hebben. Dat ze de zon nog eens laten schijnen in deze Baloise Belgium Tour. Om samen onder die zon Remco te begeleiden naar de aankomst. En Rob Niskaar, de koersdirecteur, die zit hier natuurlijk in de achtervolgende auto. Staat recht. En dat is misschien wel ook een symbolisch signaal. Meestal staat de koersdirecteur wel recht als de aankomst eraan komt. Maar dit is uit respect allicht ook voor wat Remco vandaag heeft gedaan. De vuist, de gebalde vuist is er nu al. En iemand van de jury schreef daar nog iets toe. Het wordt een triomftocht. Wij rijden aan de streep. En straks horen jullie Remco Evenepoel.
Kijk eens welk nummer hij heeft, Sven. Ja, ik heb het er net al even gezegd. Het brengt hem zeker geen ongeluk vandaag. Ook niet omgekeerd opgehangen. Nee. Bevestigd. Hij weet het al. Kijk eens, voilà. Net zoals vorige vrijdag in de Hammer Series. Hè, toen de ploegdokter en Tom Steels naast hem kwamen rijden met een voorsprong van, wat was het, 1,5 minuut, 1,20. Wat is dat allemaal? Het is ook echt een figuur waar je niet alleen als atleet naar opkijkt, maar ook de manier hoe hij de uitstraling, hoe hij reageert in een wedstrijd. Het is toch iets wat de supporter echt aanspreekt. We hebben daar absoluut nog een hele mooie toekomst mee in het veld. Het hele peloton hier, Sven. Het is geen World Tour peloton, maar hij rijdt als 19-jarige. Hij legt ze hier allemaal op. Hè. Heel het peloton. Hè. Heeft alleen weg. Oké, ja, de val van Kampenaerts. Jammer. Heel jammer zelfs. Maar... En zo komt hij, Remco Evenepoel, naar zijn eerste overwinning. Individuele overwinning. Als profrenner. 19 jaar. Hij balt de vuist. En wat zullen ze blij zijn bij dit team. Natuurlijk moet je dan het hoofd schudden van nee. Vol ongeloof. Remco Evenepoel wint deze tweede etappe. Met de twee handen richting de helm natuurlijk. Dit is echt wel een momentje. Een momentje aan het begin van een... Vul het zelf maar in, dames en heren, thuis. Puntje, puntje. Carrière. Merlier die nog eens aanzet. Merlier aan de binnenkant. Binnenkant bocht. Is dat... Met Jacobsen. Jacobsen. Opletten, want die bocht gaat heel fel naar rechts. Nu komen ze in de laatste rechte lijn naar beneden. En Jacobsen in tweede positie. Die wordt de sprint aangetrokken. Maar ook Jasper Philipsen komt nog. Ten Merlier voor de tweede positie. Maar Jacobsen komt centraal door het beeld. En die zal zeggen, weet je wat, gisteren niet. Ja, vandaag ga je mij niet erop leggen, jongen. Niet flikken. Tweede. 1-2 voor de Koning Quickstep. Op hoeveel seconden? Nu ben ik dat even uit het oog verloren. Hoeveel seconden waren het? Wat een prestatie. Ja, meneer, dat klopt. Wat een prestatie. Voilà. Ook... 5 seconds of fame voor die meneer die op de foto staat. Veerman, Tenier staat mee te filmen. De volledige gouden kilometer voor zijn rekening. Bonificaties aan de finish. Een voorsprong op de achtervolgers. Dit ziet er heel mooi uit voor het algemene klassement. Ja, die buiten is binnen. Hij krijgt ook op Twitter al felicitaties van ploegmaat Tim de Klerk onder meer. En dan sta je dan. Dan heb je je eerste koers gewonnen. Sta je daar, zoals het vroeger was, met de supporters er rond. Sven, en een foto maken voor het plaatselijk dagblad. En hier komt het peloton binnen. De gretigheid ook waarmee hij eigenlijk heel de finale heeft meegekleurd. Absoluut, de hele etappe. Zelf heeft aangevallen op de Bedendries. Denk maar even terug. Zelf koers gemaakt. Fantastisch. Klopt helemaal. En gewoon de manier ook waarop hij reageerde toen die groep van 10, 12 man weg was en zich boos maakte. Ja, zag je hoe hevig hij stond, hoe gebeten hij was om hier te presteren vandaag. Hij wou het kosten wat het kost. Kon je echt wel uit die lichaamstaal afleiden. Ik denk als Victor Kampenaerts straks aan het woord mag gebracht worden, dat hij ook wel duidelijk... zal aangeven hoe hard het ging. Ja. Normaal gezien, dames en heren, gaan we snel over naar de Dauphiné. Maar ik vermoed wel dat de regisseur ons vandaag ook nog het flash-interview van Remco Evenepoel zal laten meenemen. Met Remco Evenepoel. Dikke proficiat. Zottegem, 13 juni 2019 met rug nummer 13. Dat moet je blijven onthouden. Ik denk dat 13 mijn geluksnummer is tegenwoordig. Oh, het is ongelooflijk. Zeker op deze parcours, dat toch niet echt mijn ding is, maar de koers was blijkbaar hard genoeg om het verschil toch te maken. En op het einde was ik met Victor weg, maar die zei mij dat hij niet mocht meedraaien. Dus ik ben eigenlijk gewoon vol risico's overal doorheen gegaan en jammer genoeg is hij moeten vallen, dat wens je natuurlijk niemand toe. Ik hoop dat alles goed is met hem natuurlijk. Maar ja, natuurlijk, misschien als dat niet voorvalt, win ik niet vandaag, maar het zou toch... het zou toch wel een prestatie op zich geweest zijn, moest ik hier met Victor kunnen binnenkomen, maar ik zeg het, ik hoop dat alles oké is met hem. Maar ja, kom, eerst overwinningen. Proficiat nog eens. Je hebt hem wel onder druk gezet, hè, door de manier waarop je aan het rijden bent. En daardoor heeft hij misschien een foutje gemaakt in een bocht? Ja, pardon, het is natuurlijk altijd gemakkelijker om van die gevaarlijke afdalingen op kop te nemen, dat je je eigen lijn kunt kiezen.
Maar ik zeg het, we waren aan het wegrijden, dus ik moest eigenlijk wel met risico door de bochten. En dat was een heel link bochtje en lag ook redelijk wat stof op de grond. En ik was zelf ook à la limiet door de bocht gegaan. Nou, je ziet het nu net op tv. Dus, geef maar commentaar. Ja, het is, we pakken dezelfde lijn, maar zijn voorwiel schuift weg. Hè. En, ja, allee, ik zeg het, ik hoop dat alles oké is mee, want dat is nooit niet fijn om te vallen. En zeker niet morgen voor de tijdrit, zal niet deugd doen. Maar, ja, ik is binnengekomen met de achtervolgende groep. Oké, dat is wel positief. De koers zelf was een afvallingskoers. Jij hield overal stand, hè? Ja, het was eigenlijk een eerste test vandaag. En, vooral op die echte Vlaamse wegen. En de ploeg had mij verwittigd na gisteren, omdat het toch gisteren niet echt goed was in de finale. Om aandachtig vooraan te rijden. En ik denk dat ik de hele dag gedaan heb. Ik was op elke helling mee van voor. Dus kan alleen maar positief zijn. Het zal wel zijn. En wat voel je dan het moment dat je wil gaan? Moet je je inhouden of zeg je nee, nu ben ik weg? Nee, ik voelde gewoon dat dat moment was. Ik wist ook dat het op een van die stroken zou gebeuren in de plaatselijke ronden. En ja, het gebeurt niet met mij, dus dat is alleen maar beter. Zeker waar. Wat betekent deze eerste profzege voor jou? Oh, veel, hè. Oké, het is niet het allerhoogste niveau hier. Maar het is toch in België. We rijden hier voorbij onze streek. Er waren denk ik veel vrienden van mij komen kijken vandaag. Dus dat is alleen maar mooi. Voorbij mijn eigen supportersclub gereden op de muur. Dus ja, dat is een onvergetelijke dag. Je hebt de hand uitgestoken naar eindwinst. Hopelijk. Ik weet niet wat mijn voorsprong precies is nu. Maar ik heb de gouden kilometer gepakt. Voorsprong aangekomen, plus nog bonificaties aan de meet. Dat is wel al een mooie voorsprong normaal. En morgen tijdrit proberen nog wat meer afstand te nemen. Al zal dat op sommige jongens waarschijnlijk niet echt lukken. Maar het is een korte tijdrit, dus veel tijd heb ik niet te verliezen. Ik mag als laatste starten, dus ik heb mijn richttijd dan. Geniet ervan vanavond. Merci. Want zij kunnen eeuwig zeggen dat de eerste overwinning individueel van deze man bij hen was. Hier is Jenne de Potter, de burgemeester, die ook een woordje mocht plaatsen in het boekje van deze ronde. En benadrukken dat de stad Zottegem toch wel heel wat doet voor de koers. Dorp van de Ronde, meer dan 20 jaar lang aankomst van de driedaagse aan de pannen. Normaal gezien was het de bedoeling om in de Broeder Marenslaan te gaan finishen, maar onder meer de burgemeester en de politiek drong aan bij de organisatie om dat aan het stationsplein te doen hier. Want dat was beter voor de plaatselijke middenstand. Dus moet je toch eeuwig wel een oplossing vinden, hè Sven, in ons land. Een compromisje sluiten, voor iedereen goed is. Ja. Maar deze finish kennen we natuurlijk. Ook al houdt ze wel wat risico in afdalen.